Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win Podcast. Vandaag ben ik hier met Jurgen Spelbos. En Jurgen is op mijn pad gekomen omdat ik jullie had gevraagd ik zie gewoon dat superveel mensen struggelen met stress, met depressie. Ik leerde van Jurgen dat, even kijken, hoeveel miljoen, 2 miljoen mensen in Nederland struggelen met depressie. Met depressie en met antidepressiva. Een dikke miljoen, 1,3 miljoen pammetjes. Dus pammetjes. Downers, slaappillen, tranquilizers, 1,3 miljoen. Wauw. Ja, en ik zie het, maar ik ben geen ervaringshebbende. Ik heb al op hele jonge leeftijd besloten, stress is voor sukkels, dat doe ik niet aan. Oh, dankjewel. maar het was wel echt letterlijk wat ik tegen mezelf heb gezegd. Zo van, stress is voor sukkels, daar ga ik gewoon niet aan meedoen. En ik zie gewoon dat het namelijk niks oplevert. Ja. Dus, maar ik zie wel dat heel veel mensen ermee struggelen. Dus ik wilde heel graag een ervaringshebbende voor de camera. En toen werd jouw naam getipt. Dus vandaar dat jij hier nu zit. Ik ben zeker ervaringsdeskundig. Deskundig ook zelfs, ja, mooi. Ik vind ervaringshebbende zo mooi. Ja, ervaring heeft zeker heel veel. Ja. Dus we gaan het vandaag hebben over stress, over depressie, over angstklachten, over paniekaanvallen en het belangrijkste, hoe je daarvan afkomt. Want Jurgen heeft zelf ook aan de lijve ondervonden dat de pillen en de gangbare adviezen je misschien nog wel verder de afgrond in helpen. Nou goed, daar wilde ik dus alles over leren. Hij heeft een prachtig boek geschreven, Van Stress naar Geluk. Hij geeft lezingen, hij leidt andere mensen op om deze informatie als een olievlek over Nederland te verspreiden. Omdat we struggelen gewoon collectief met stress, met angst eigenlijk. Dus dat gezegd hebbende, vind je het werk wat ik maak gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo je energie aan ons overbrengen in de vorm van geld. Nou, dat gezegd hebbende, nogmaals welkom Jurgen. Ja. Heel gaaf dat je aan wil schuiven. Vertel eens eventjes, hoe is het? Ik heb namelijk twee andere podcasts van je geluisterd en toen heb ik gehoord over jouw geboorte. En dan weet ik toevallig dat hoe je verwekt bent, de tijd in dat je in de buik zit met je moeder, maar ook hoe je geboren bent, dat tot op de dag van vandaag gigantisch veel van je gedrag veroorzaakt. Germaanse geneeskunde, hè? Ja, ken ik ook. Ook van 9 maanden bij de conceptie, dat het al heel belangrijk is. Ja. Dat heb ik geprobeerd uit te zoeken, dat is nog niet gelukt. Maar mijn geboorte was een probleem, dat duurde 4 dagen. Dus op vrijdag braken de vliezen bij mijn moeder en ik ben niet gekomen. En op zaterdag ook niet, op zondag ook niet. Toen voelde mijn moeder al geen leven meer. En toen kwam op maandag de dokter, die stelde vast dat ik overleden was. Dus mijn vader werd geïnformeerd en mijn ouders gingen naar het ziekenhuis om... Wat was fout? Nee, gaat ook goed. Gingen naar het ziekenhuis om mij weg te laten halen. En op weg naar het ziekenhuis voelde mijn moeder opeens weer wat. Ja, zo ben ik op de wereld gekomen. Maar dat was al vet in de stress. Want je zit in een droge baarmoeder, 4 dagen te overleven als kind. Voor mijn moeder was het heel veel stress, maar voor mij ook natuurlijk. En dan kom je op een bepaalde manier op de wereld. Overleven, overleven, overleven. En dat heb ik eigenlijk tientallen jaren bij me gedragen. Ja. Altijd overleven. En dat is stress. Want stress gaat uiteindelijk om overleven. Stress krijg je als er gevaar dreigt, als je ergens bang van wordt. Nou, wat we willen met z'n allen is 1 ding, overleven. Het is het meest krachtige instinct wat we hebben. Nou, dan gevaar dreigt, dan word je wordt er bang voor, nou, dan krijg je stress. En dat gaat zo, die stress, er worden stresshormonen aangemaakt, uit voedingsstoffen trouwens. En dat weet bijna niemand, dat je echt specifieke voedingsstoffen nodig hebt om die hormonen aan te kunnen maken. En als die stress wat langer aanhoudt, dan worden er zoveel, en dit is dus de kern van mijn nieuwe boek, van de No More Burnouts, wat eraan zit te komen. Als die stress wat langer aanhoudt, dan worden er zoveel voedingsstoffen gebruikt, opgesoupeerd voor die stresshormonen, voor de productie van die stresshormonen, dat andere hormonen, dat er te weinig voor overblijft. Schildklierhormonen, vrouwelijke hormonen, gelukshormonen niet te vergeten. Nou, dan wordt schildklierproblemen, heb je geen energie meer. Vrouwelijke hormonen, één grote ellende rondom de menstruatie of met de overgang. Gelukshormonen, dan word je depressief en angstig, je bent niet meer vooruit te branden. En
dat is dus wat er gebeurt. En dat doen we, en als dat lang doorgaat, met die stress, dan krijg je burn-out klachten. En die burn-out klachten, nou, dan word je op een gegeven moment zo gek in je hoofd van die tekorten aan hormonen. Maar ook dat die stresshormonen, die geven je energie. Je moet ingrijpen als ik te veel klets hoor. Die geven je de energie om te vechten of te vluchten. Alleen die energie wordt niet uit het niets vermaakt. Die wordt gekregen door andere energie weg te halen uit andere systemen. Te beginnen de spijsvertering. Daardoor hebben bijna iedereen die last heeft van stress, langdurige stress, krijgt problemen met hun darmen. Nou, ik had op een gegeven moment een gat in mijn darm. Zover ging dat. En dat is heel belangrijk, want in die darmen worden die gelukshormonen aangemaakt, serotonine en dergelijke. Dus darmklachten is heel vervelend, ook voor je welzijn. Tweede brein. Maar ze optrekken ook heel veel energie uit het immuunsysteem, waardoor je, als je langdurige stress hebt, veel eerder kwalen krijgt. Nou, ik ben gewoon 6 jaar ziek geweest van de stress. Want ik was maar aan het vechten tegen ziek zijn, hè. Daardoor had ik zoveel stress. En als je aan het vechten bent, ergens tegen, heb je stress. En het derde systeem wat plat gaat is brein. Dus die stresshormonen onttrekken zoveel energie uit het brein dat je niet meer helder kunt denken. En dat kan de opmaat worden naar een burn-out. Zeker als je doorzetter bent of een... Perfectionist? Ja, dat is nummer 1 risico. Perfectionisme is het grootste gevaar voor... Ja, ik ben weer een boek aan het schrijven. Ik weet weer hoe erg het is, want ik ben dan een perfectionist. Maar dan word je dus gewoon gek in je hoofd, letterlijk. En zo gek in je hoofd dat je je lichaam naar de vernietiging helpt. En jij kan daar niks bij voorstellen, want je hebt het nooit gehad. Maar ik heb het gedaan. Ik ben gewoon zo... Alles maar doorgaan, overleven, overleven, overleven. En op een gegeven moment kan je lijf niks meer. Van het ene op het andere moment. Ja, want neem ons even mee. Want wij hebben natuurlijk even hiervoor zitten kletsen. En toen vertelde jij van... Ja, eigenlijk ben ik geboren als een hele gevoelige jongen. Ja. En op een, dat je op een gegeven moment... Hè, waar ik op mijn... Nou, hoe oud was ik? 15e heb besloten van stress is voor sukkels, daar ga ik niet aan doen, meedoen. Heb jij op ongeveer diezelfde leeftijd besloten van ik ga een normale jongen worden? Ja, toen ik 19 was, ik weet het nog precies. Nee, ik was heel gevoelig, ik kon uit mijn lichaam treden en ik was vaak ook bezig met de dood. En ik denk dat dat te maken heeft met hoe ik geboren ben, dat ik misschien al daar geweest ben. Maar daar heb ik geen actieve herinneringen aan. Dus ik heb een regressie naar vorige levens en daar was ik allemaal mee bezig. Ik heb een opleiding intuïtieve ontwikkeling gedaan en mediumschap. En daar ben ik erachter gekomen dat ik ook medium was. Maar dat was ik toen waarschijnlijk ook al, alleen ik kon daar mijn vinger niet op leggen. En toen ontmoette ik op mijn 19e een hele mooie vrouw. Vrouwen waren toch kinderen natuurlijk. En die was heel normaal. Ik kut. Misschien is dat ook wel een goed idee voor mij, dat ik normaal word. Want ik nam haar mee naar de EO Jongerendag, dat fascineerde me. Niet dat ik daarvan was, maar het fascineerde me wel. En hash roken en drugs gebruiken, en dat vond ze allemaal niks. Ik kut, ja. Nou ja, misschien moet ik wel normaal worden. En toen bleek ik heel goed te zijn in normaal worden. En zijn. Dus toen kreeg ik heel veel ambitie en... wilde ik als normaal type ook wel weer hoog eindigen, zeg maar. En uiteindelijk ben ik in de communicatie terechtgekomen bij reclamebureaus en PR-bureaus. En ik ben chef communicatie geweest op de spoorwegen. En mijn laatste functie was directeur communicatie bij ING. Maar dat liep niet zo goed af. Daar heb ik heel veel stress van gehad. Nee, maar vertel eventjes, want... Je gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag helemaal in de burn-out, in de stress, nee. In de depressie. Dat heeft natuurlijk eventjes een aanloopje nodig. Ja. Kun je ons daar een beetje in meenemen? Want ja, je wilde normaal worden, daar wilde je wil ook heel succesvol normaal worden. Ja. Dus neem ons eens mee. Want ik heb ook gehoord, Sophia, via je hebt bij Unilever gewerkt, je hebt bij de bank gewerkt, je hebt voor sigaretten, je hebt voor de farmacie gewerkt. Ja. Neem ons even mee hoe dat normaal wordt. Hoe je zo gek kon worden. Hoe je zo gek kon worden van normaal doen. Ja, nou, ik ben van 62 en eind jaren 80 was reclame en marketing was echt helemaal booming.
En daar gebeurde het. Dus ik ben begonnen op de Zuidas en ik ben geëindigd ook op de Zuidas bij reclamebureaus. En die reclamebureaus hebben allemaal klanten, onder andere Unilever. Ik wilde graag voor het reclamebureau van Unilever werken, want daar leerde je het vak marketing. Moest je of bij Procter & Gamble of bij Unilever zijn om marketing te leren. Dus zo ben ik begonnen met voor Unox en voor margarine. En hartstikke goed voor je hoor, margarine. Supergoed. Zit er vitamines in en gezonde vetten. En, ik heb altijd al zoiets, als er ergens voor de marketing echt actieve campagne wordt gevoerd, nou, dan krabbel ik al achter mijn oren. Ja, dan moet je oppassen. Dan weet ik al van, oké, dan hangt een luchtje aan. Nou, net als nu alles in de winkel, high protein, extra proteïne, proteïnerijk. Ja. Nou, dan weet ik al hoe laat het is, bij wegblijven. Maar goed, jij wilde gewoon daar goed in worden. Dat lijkt me ook, hoe normaal en gezond is dat ergens ook? Helemaal op die leeftijd. Het was ook super leuk, want we gingen hele leuke campagnes maken. En er was ook een wedstrijd tussen die reclamebureaus. Wie maakte de leukste campagnes? En daar gingen we voor. Daar kreeg je prijzen voor, lampen en festivals en toestanden. De leukste reclamefilmpjes. Dat was heel leuk. Alleen ik had natuurlijk geen benul van wat ik allemaal uit zat te vergeten met de producten waar ik voor werkte. En ik was daar ook niet kritisch in. Ik was gewoon nog niet bewust in die tijd. Dus ik maakte gewoon de mooiste campagnes. Of tenminste, daar werkte ik aan mee, hè, om dat voor elkaar te krijgen. En inderdaad, voor Unilever, voor banken, voor sigarettenfabrikanten, voor alles wat maar. Ik heb wel eens gezegd, ergens een uitspraak gedaan, alles waar reclame voor gemaakt wordt, daar moet je inderdaad mee oppassen, ja. En, want de kracht van reclame zit er in herhaling en mensen gaan het gewoon geloven. En, maar ja, ik maak ook reclame voor mijn eigen opleiding. Dat is wel een hele goede opleiding. Dat is, maar op een gegeven moment ben ik daar hoog in gestegen, zeg maar, ja. Hey, en wanneer komen dan de slaapmedicatie en alle, wanneer begin je daarmee? Ja, dat is een goeie. Op mijn 29ste. Op 29ste kwam ik erachter dat dat normaal worden, dat het best wel een zware tol van mij eiste. En wij gingen trouwen, of we hadden het voornemen om te gaan trouwen. En in de aanloop van het huwelijk, ja, en achteraf weet ik van, oké, ik was iets aan het doen wat ik helemaal niet moest doen, maar goed. Bedoel je, was je zielsmissie niet aan het leven? Ja. Je probeerde te voldoen aan de verwachting van een ander in plaats van dat je echt vanuit je eigen hart aan het leven was? Nou ja, ik ging onderuit. En dat werd toen afgedaan als een depressie. Dat was heel gek. Ik liep de trap op. Maand of 4, 5 voordat de bruiloft zou gaan plaatsvinden. En mijn vrouw was druk met de jurk en zo. Maar ik wilde, ik ben vrij spiritueel. Ik ben gelovig. Ik denk, ja, kut, ik wil gewoon wel in de kerk. Maar niet met een priester, want daar heb ik helemaal niks mee. Met de kerk heb ik ook helemaal niks mee. Maar ik wilde wel, dat. Dus ik had bedacht, ik was helemaal... Wat wilde je? Nou, ik wilde daar een moment van bezinning hebben. Laat ik het zo zeggen. En wat ik bedacht had, is de cantate van Bach, die hij zelf geschreven had voor zijn eigen bruiloft. Dat vond ik heel mooi. Maar mijn vrouw, die werkte in het onderwijs. En, dus we konden alleen maar op huwelijksreis in de zomervakantie. Nou, probeer jij maar eens een ensemble bij elkaar te krijgen in de zomervakantie om een cantate van Bach te horen te brengen. Nou, dat soort dingen deed ik. Maakte alles veel te groot. En de bruiloft zelf, uiteindelijk is dat iets geworden wat me dekte. Dus ik werd voor een maand of 4 voordat de bruiloft plaats zou vinden, ik liep de trap op en wap, ik was van het ene op het andere moment waanzinnig depressief. Echt, het schoot er zo in. Maar ik liep helemaal kroon van de depressie. Ja, door stress. Gewoon door stress? Door stress. Zo graag goed willen doen, zo graag. Ja, perfect. Perfect willen doen. Ja. En zo ben ik op die medicatie gekomen. Dus, want je gaat naar de dokter, je zegt wat me nou overkomt, ik loop die trap op. Het woord burn-out bestond er nog niet in Nederland. Hè? Nee, dat was 1991. Je kon alleen nog maar zwart denken, neem ons mee. Ja, want ik lag alleen maar op de bank en ik kon helemaal niks meer. En ik kon ook helemaal niet meer slapen. Dus elke dag werd ik wakker, het was in mei of zo, we trouwden in juli. April, dan hoorde ik die fucking vogeltjes elke ochtend. En ik heb dat nog steeds, als ik 's ochtends vogeltjes hoor, moet ik daar nog weer aan denken. Het was zo donker en zo zwart waar ik toen in zat, terwijl we iets heel leuks gingen doen.
En zo ben ik aan die antidepressiva gekomen en zo heb ik ook slaapmedicatie gekregen, gewoon slaappillen. Je gaat naar de huisarts, je zegt dit is mijn klachten en hij gaat niet vragen van hoe is het dan met je en wat is dan de kwaliteit van je voeding en van je denken en zit voeding, je eigenlijk wel op je plek? Ja, nee, voeding, weet je, maar dat, artsen weten daar bijna niks van, hè? Tenzij ze ervoor doorgeleerd hebben. Artsen weten, krijgen in de opleiding geneeskunde voor mij een dagdeel over macronutriënten. Dus eiwitten, koolhydraten en vetten. En voor de rest niets. Dus alles waar wij het over hebben als het gaat in relatie tot depressie en stress en burn-out, heeft alles te maken met micronutriënten. En daar weten ze niks van. En gezonde voeding weten ze ook niks van. En, tenzij ze dat bijgeschoold hebben. En dat kan. Dus jij gaat gewoon naar eer en geweten en naar de huisarts. De huisarts die schrijft jou naar eer en geweten het beste wat hij kent voor, antidepressiva en slaapmedicatie. Ja. Knapte je op? Ik knapte, nou, ik stond stijf onder de pillen op mijn bruiloft. En dat was me goed ook, want er ging ook van alles fout. Er ging iemand, deed net of die dood ging en wat een groot feest was het. Ik heb trouwens wel een heel leuk huwelijk gehad hoor, daar gaat het niet om. En, maar ja, ik stond helemaal stijf onder de doop, letterlijk. Tijdens de bruiloft. En van die antidepressiva ben ik weer afgegaan. Maar ja, die slaappillen, ik was altijd een slechte slaper. Ik denk, nou, dat is wel handig. Dus wat ik kon doen, ik kon mijn slaap reguleren. Ik had een dubbel leven. Overdag hing ik de normale idioot aan, de ambitieuze workaholic. En 's avonds ging ik schrijven. Peuk in mijn mond, fles wodka. En dan schreef ik de meest waanzinnige verhalen. Was ik aan het schrijven. Maar dan was mijn vrouw al naar bed. En dan zat ik gewoon tot 2, 3 uur te schrijven. En dan moest ik weer om 7 uur op natuurlijk. Nou, dat was ideaal, zo'n pilletje. Ik kon slapen. In plaats van dat mijn hoofd maar bleef draaien. Want ik heb wel een beetje last van ADHD, zeg maar. En dus die heb ik er gezellig 25 jaar in gehouden, die slaappillen. Totdat ik van trappen af begon te sodemieteren. Mijn neus brak, mijn arm brak. En dan moet ik er wel vanaf. Maar dat was wel gedoe. Om daarvan af te komen. En nu kan ik alles natuurlijk oplossen. Nu ben ik, want ik ben mij in alles helemaal gaan verdiepen. En ik ben dus in 2013, achteraf was dat in 1991 was dit. Dat was een burn-out. Alleen dat werd afgedaan als een depressie. En niemand wist dat, wat dat was, een burn-out. Ik weet ook niet wat dat is. Wat is dat? Ik kan me er wel iets bij voorstellen en ik hoor natuurlijk wel eens wat. Maar wat is in jouw ogen een burn-out? Hormonale meltdown. Hormonale meltdown. Ja. Je bent gewoon zo ongelooflijk lang doorgaan. Ja. Je hebt de hele tijd betaald met de creditcard. Ja. En op een gegeven moment, wow, blijkt dat je zoveel schuld en zoveel rente moet betalen. Bam. Ja. Dan... En dat kan van het een op het ander moment gebeuren. Bij mij gebeurde dat in de studio bij De Wereld Draait Door. Voor dat allereerste boek wat ik geschreven had. Maar dat heeft jarenlang aanloop gehad. Hè. Waar we het net over hadden. Hè. Dus stress. Je wordt ergens bang voor. Dan krijg je stress. Worden de stresshormonen aangemaakt. Uit voedingsstoffen. Dan worden dus, als die stress lang aanhoudt. Omdat stress dominant is over alles. Want het heeft uiteindelijk te maken met overleven. Het is het meest krachtige instinct wat we hebben. Al het andere moet daarvoor voor wijken. We hebben allemaal assen in ons lijf. Een stressas van je zintuigen naar je bijnieren, dat is een stressas. Gonadeas voor vrouwelijke hormonen, schildklieras, hersendarmas, allemaal assen. Als die stressas aanstaat, vallen die andere assen letterlijk om. Omdat het lichaam aan het overleven is. Nou, duurt die stress langer, dan worden er zoveel voedingsstoffen verbruikt voor stresshormonen, dat er voor andere hormonen te weinig overblijft. En dat is de kern van mijn nieuwe boek. Waardoor je schildklier naar de knoppen gaat, waardoor ik heb dat ook allemaal gemeten, hè? Ja. Ik heb allemaal onderzoek naar gedaan, naar mezelf destijds. Ja, maar ik wil nog eventjes terug, Nee, dan komen we zo meteen hier wel weer, maak ik zo meteen wel af. Ja, dan wil ik heel graag dat technische verhaal horen, want op een gegeven moment, je trouwt, je zit in die depressie, eigenlijk in een burn-out, maar de huisarts denkt dat je depressief bent, dus zo wordt dat ook behandeld, je raakt verslaafd aan slaappillen, maar ondertussen werk je nog wel lekker door. Je geeft flink gas. Ja, extra gas gegeven. Ik denk, oké, dat kan wel. Dus ik steed er nog een schepje bovenop. Toen ging ik helemaal... Nee, toen ben ik nog even normaal geweest. Terug een soort flash van... ik werd gevraagd om partner te worden bij een reclamebureau.
Nou, als je in dat vak geld wilde verdienen, moest je partner worden. En zeker bij een bureau wat nog te verkopen viel. Dus toen ging ik weer met mijn blinde ambitie. En dus ik had dat gesprek gehad en ik had het contractvoorstel en ik reed onderweg naar huis. Ik woonde in Utrecht, ik werkte in Amsterdam. En toen dacht ik, kut, maar wil ik dit eigenlijk wel? Want ik wilde altijd reizen en de wereld zien en hetzelfde geld zouden we kinderen krijgen en een huis gaan kopen en dan zat ik vast. En toen heb ik eigenlijk op die terugrit besloten, dat gaan we niet doen. Toen heb ik mijn vrouw wakker gemaakt. Ik zeg, we gaan een wereldreis. Nou, die schrok zich helemaal te blubben natuurlijk. En dat hebben we ook wel gedaan. Zijn we anderhalf jaar later ben ik gestopt. Zijn we een jaar lang rond de wereld gaan reizen. Prachtig mooi. Het was van 1993, 1994. Nog het oude China gezien en al die dingen meer. En ja, daarna heb ik er nog een kledder bovenop gegeven. Toen ben ik nog gekker geworden. Ja. Ja, maar goed, mensen kennen jou misschien omdat je in de krant hebt gestaan wegens ellende bij ING en zo. Ja. En, maar je, ja, jij ja. dacht, ik ben best wel stressbestendig. Ja. Dit overleef ik ook wel weer. Ja, nou ja, omdat ik het zo fascinerend vind, is dat ik jou de hele tijd hoor zeggen van, ja, ik had dat allemaal wel, maar ik had het zelf niet zo in de gaten. Dus, ja. Dus de stress dat zat tot hier, maar je had het zelf niet in de gaten. Nee, maar ik ervoer het ook niet zo stress. Het was gewoon ambitie. En ik was ook super stressbestendig, weet je. Alleen, wat er fout ging bij ING, uiteindelijk zat ik in de directie van een bank. Nou, met de manier waarop ik praat, hoe ik denk. En ik zat in de directie van een bank. Hoe ik daar terechtgekomen ben, maar als directeur communicatie. Nou, wat daar gebeurde bij die bank, is zo'n communicatiebudget, is tientallen miljoenen. En dus ik had iemand daar rondlopen die de administratie van bijhield. En als de bank te veel verdiend had, dan werd er gewoon 20 miljoen in de communicatiebudgets gestort. Anders werden de targets voor het jaar daarna werd veel te hoog. En als de bank slecht gedraaid had, werd er gewoon 20 miljoen uit het communicatiebudget gehaald om te zorgen om de resultaten goed te beïnvloeden. Maar dat was volkomen legaal. Ik deed dat in opdracht van de chief financial officer. En, maar een van die, want ik had, waren twee mensen die boos op mij waren, naar aanleiding van de negatieve beoordeling. En die hebben wraak genomen via de klokkenluidersregeling. Dat was toen net ingevoerd. En die beschuldigde mij van fraude. En van kookstuiven en van gefeteerd worden door reclamebureaus. Hele lijst boze mensen. En wat krijgen we bij zo'n bank? Krijgen een heel groot onderzoek, maandenlang of dagenlang verhoord, mijn hele managementteam verhoord. Die hele afdeling is harshonden vanwege de beschuldiging van kookstuiven en alles. Ik had daar niet zoveel stress van, dat zijn die twee. En eentje daarvan, die hield voor mij de administratie bij van al die budgetten, wat daar gebeurde. En toen bleek er niks aan de hand te zijn. En werden die mensen, die moesten vertrekken. Jij schoof inderdaad wel met die budgetten. Ja, maar dat mocht. Maar dat mocht, precies. Ja, ik was gewoon geoorloofd. Precies. En met medeweten van chief financial officer. Ja. Sterker nog, tijdens dat onderzoek werd ik nog gebeld, kan je 8 miljoen stashen? Ja, echt. En, maar die lui die moesten weg van de ING en die waren pislink. Want ze wisten zeker dat ik dat deed. Dus zij dachten, ja, hem wordt de hand boven het hoofd gehouden. En die zijn toen naar de Telegraaf gestapt. En overigens pas 3 kwart jaar later na dat onderzoek. En de Telegraaf vond het wel een smeuïg verhaal. Dus zonder hoor en wederhoor, bang, ontspoorde topman Jurgen Spelbos. Nou, daar heb je er maar eentje van in de wereld. Op de voorpagina van de Telegraaf. Zo'n lel van een artikel in de Binnenwerk. En toen ben ik helemaal afgemaakt, ja. Ik kreeg een spreekverbod van ING. Ik mocht mezelf niet verdedigen. Op straffen van ontslag. En ze zouden het allemaal gaan regelen. En misdadige bende was dat wat daar zat toen. En omdat ik dus, er kwam van ING geen reactie, ik kon niks zeggen. En toen hebben alle media het overgenomen, tot en met het NOS-journaal. En ik werd neergezet als een soort de verpersoonlijking van al het kwaad binnen ING. Ik krijg gelijk weer een droge mond als je erover praat. Dat doet me toch altijd nog wel wat. Ja, dat snap ik. En dat was het einde van mijn carrière. Dus toen ben ik zo naar de kloten geholpen. En daar heb ik heel veel stress van gehad. En uiteindelijk heb ik een rechtszaak aangespannen tegen ING. Dat heb ik glansrijk gewonnen. Maar dat was ook heel stressvol. Dus dan sta je daar met mijn advocaten, 20 advocaten van dat ING. En
verschrikkelijk was dat. En toen werd de rechter was er gewoon vrij hard in. Dus het was een afgang voor ING. Ja, toen werden ze nog bozer. Toen zijn ze opnieuw weer een onderzoek begonnen. Om te kijken of ik ergens wat van de manier waarop ik praat. Of dat ik, weet je wel, dat ik wel eens fuck zeg. Of waanzin. Dus dat was dat. Nou, dus alles bij elkaar van de beschuldiging totdat ik een hele grote zak met geld kreeg. Dat was 3 jaar. En ik dacht van, oké, weet je wel. Maar ik had helemaal niet in de gaten dat ik knettergek was geworden in mijn hoofd. Van de stress. Dus had ik uiteindelijk dat geld. En... Maar ik was gewoon verslaafd aan adrenaline geworden. Altijd maar stressen. Dus ik ging hele gekke dingen doen. Ik ging kooksnuiven. Ik ging de meeste... Ja, toen ging dus ik alsnog kooksnuiven. Dus waar je voor beschuldigd werd, ja. Ben je toen alsnog even lekker gaan doen. En met 240 kilometer over de snelweg rijden. En de gewoon meeste... maar om... Die kick, die adrenaline. Die kick. Daar zat je viel eigenlijk, je had de buit binnen. Je viel eigenlijk in een gat. Het werd een saai... Ja, leven. Je was niet meer rot. Weet je hoe dat ging? Ja, vertel me. Ik probeer het. Ik dacht, want ik was gewoon heel sterk nog, hè, want ik leefde op adrenaline. Ik had niet in de gaten of mijn lichaam al kapot aan het gaan was. Dat gebeurde een jaar later. Ik leefde op die adrenaline. Dus ik had zoveel geld. Ik weet je wat, ik ga gewoon speculeren op de beurs. De meest risicovolle beleggingen die er wel waren, turbo's. Dus ik ben helemaal verdiepen in goud en toestanden. En ik verdiende 50.000 euro op een dag. Ik denk, nou, dit kan ik over de hele wereld doen. Ik hoef nooit meer te werken. Maar mijn vader werd ziek. Die kreeg kanker. Het was gelijk terminaal. Die heb ik 1,5 jaar geholpen voordat hij doodging. Mijn vader had doodsangst, heel erg. Dus die wilde per se niet dood. Dus ik heb alles gedaan om met mijn moeder... Samen om te kijken of we nog dingen konden doen voor hem. Experimentele behandelingen in Duitsland en in België. En toen gingen we naar België. En ik was dus gewoon, en ik zat ondertussen had ik dus gewoon 3 ton uitstaan. Ondertussen was je nog aan het speculeren op de bank. Aan het handelen. Ja, handelen. Maar kijk, ik voel hem al aankomen. Je verdiende af en toe 30 of 50.000 op een dag. Maar je verloor natuurlijk ook wel eens. Nee. Oh, oké. Toen gingen we met mijn vader gingen we in een ziekenhuis in Gent. En dan kreeg hij radioembolisatie. En dat is dan voor tegen kanker, tumoren. Er worden de radioactieve bolletjes geschoten in die tumoren. Maar ik had niet in de gaten dat ik dus in een lode omgeving zat. Dat ik geen bereik had. Nou, het eind van de dag kwam ik eruit. 270.000 euro verloren. Dus ik kwam vrijwel nooit voor verliezen. Uiteindelijk ben ik alles kwijtgeraakt. Echt alles. Sorry, ik lach daar nu om, dat mag natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Maar dat heeft wel heel veel stress veroorzaakt. Ja. Met als resultaat dat je nu expert bent op het gebied van stress en burn-out. Want op een gegeven moment had je echt overal last van. Je hebt zelfs nog in een rolstoel gezeten, toch? Ja, nou, wat er gebeurde is dat, en dat kan ik ook heel goed verklaren. Dus je leeft maar op die stresshormonen, maar al die systemen gaan kapot. Dus je darmen werken niet meer, nou, dan wordt voeding niet meer opgenomen, krijg je uitputting. Het immuunsysteem werkt niet meer, waardoor je allerlei gekke ziektes kreeg. En dat gebeurde ook bij mij. Dus in 2007 had ik die affaire afgerond. En in 2008 werd ik ziek. Maar gelijk pittig, hè? Darmperforatie. Nou, afscheid nemen van mijn kinderen toen de zieke auto inging. En toen daarna ben ik 1,5 jaar invalide geweest van de jeuk. Bleek ik ook een kwikvergiftiging te hebben. Bleek dat mijn kaakbeen aan het verpussen was, de onderkaak. Het moest allemaal weggehaald worden. En ik kreeg tinnitus, echt een snerpende fluit in mijn oren. En op een gegeven moment was het zo erg, want ik was maar aan de vet. Dus ik overal naartoe om oplossingen te vinden. Maar ja, ik had niet in de gaten, is dat ik door het vechten tegen ziek zijn, dat ik de stress bleef houden. En stresshormonen bleef aanmaken, waardoor het alleen maar erger werd. Dus die tinnitus liep helemaal uit de klauwen. Het kon geen geluid meer verdragen. Nou, dan kom je in een sociaal isolement. Je kan de straat niet meer op. Karretje en piepje van de kassa bij de Albert Heijn. Bestek op borden was het allerergste. Dus ik kon ook niet meer voor mijn kinderen zorgen. Ik heb 1,5 jaar... Ja, en toen lag ik ook nog een boek te schrijven over... Want als je Jurgen Spelbos googelde... Kook, fraude. Nou, nooit meer iemand heeft... Daarvoor was ik een hotshot, zeg maar. Ik ben nooit meer gebeld. Dus ik denk, ja, ik moet een boek schrijven om er een laag over die shit te krijgen. Dus ik heb een boek geschreven over mijn avonturen bij ING. Echt een heel spannend boek was dat.
En toen werd ik gevraagd bij de Wereld Draait Door, bij Pauw en Witteman. Maar ja, ik had die oren, ik kon geen geluid verdragen. Ja, ik denk, ja, Pauw en Witteman, de Wereld Draait Door, weet je wel, het is voor een schrijver. Ja. Ja. Dat is een soort van natte droom. Precies. Dus ik sleepte me naar die studio toe om te kijken of het ging. Dus ik zit daar en, met de uitgever. En het publiek werd opgezweept. En ik ben volgens mij de enige die niet burn-out gegaan is van Matthijs van Nieuwkerk. Maar ik heb het zelf gedaan. En het publiek werd opgezweept. De band begon te spelen. En toen was het finito. En in plaats van dat ik mijn boek zat te verkopen, lag ik de plantenbakken vol te kotsen. Geen idee meer hoe ik thuisgekomen ben. En de volgende dag zat ik als een konijn op de bank. Ik dacht, ja, ik moet douchen. Maar geen idee hoe ik dat dan voor elkaar moest krijgen. Helemaal kortsluiting. Ja, totale kortsluiting. Ja, en dat komt dus. Dan ga ik toch weer terug naar mijn hormoonverhaaltje. Als je ergens bang voor wordt, bent, rechtszaak voor ING of whatever. Ik had laatst deed ik een truffelceremonie. En ik denk, nou weet je wel, ik ben vrij van angst en zo. Nou, toen kwam het World Economic Forum dook in mijn nek, waardoor ik er toch achter kwam dat ik toch stiekem me zorgen maak. En dat deed ik wel allemaal, denk ik, als je kijkt, maar goed, terug naar de hormonen. Je bent ergens bang voor. Dan worden de stresshormonen aangemaakt en die geven je de energie om te vechten of te vluchten. Die stresshormonen worden aangemaakt uit voedingsstoffen. Onder andere uit cholesterol, cortisol, maar ook uit dierbaarste vriendjes, aminozuren, tyrosine bijvoorbeeld. En op het moment dat die stress langer aanhoudt, dan moet je denken in dagen, niet in maanden, gewoon in dagen en langer, dan worden er zoveel voedingsstoffen opgesoupeerd door die stresshormonen, dat andere hormonen schade gaan oplopen. Schildklierhormonen, waardoor je energiehuishouding nog verder naar de knoppen gaat. Vrouwelijke hormonen, waardoor vrouwen veel meer last krijgen van alles wat met vrouwelijke hormonen te maken heeft. En gelukshormonen, waardoor je depressief en angstig en niet meer vooruit te behandelen. En dat je geheugen, je hersenen niet goed meer werken, geeft nog veel meer stress. Tekort aan het stofje GABA geeft nog weer veel meer stress. Tot op met paniekaanvallen aan toe. Depressie, ook weer PMS. Slecht slapen vanwege tekort aan serotonine. Dus je krijgt een totale hormonale ellende. En als je daarmee doorgaat en doorgaat en doorgaat, krijg je uiteindelijk een hormonale meltdown. Dan kan je gewoon niks meer. En dat heb ik zelf ook ervaren. Ook bijna hier uitputting. In de wetenschap zeggen ze het bestaat niet. Nee, het is toch veel erger. Het is niet alleen bijnieren, het is ook schildklier. Het is ook alle hormoonklieren in ons lichaam gaan naar de knoppen. Het is toch veel erger dan een bijnieruitputting. En weet je wat de oplossing is? Ja, durven bijna niet te zeggen. Extra voedingsstoffen. Dus op het moment dat je dus in die stress, dat je weet gewoon, oké, er wordt nu heel veel van me gevergd. Voedingsstoffen. En hoe, los je dat? Want je zat diep. En je hebt het op de reguliere manier proberen op te lossen. Ja, dat is niet gelukt. Nee, oké, maar je hebt het wel geprobeerd. Ja, dus ik ben daar nooit van hersteld. Pas toen ik met die voedingsstoffen, weet je hoe dat ging? Dat is wel een leuk verhaal. Dus ik probeerde van die, ik begon van die slaappillen, begon ik van trappen af te flikkeren en ik brak van alles. En ik had hartritmevariabiliteit gedaan, zo'n meting. Dan word je met z'n allen stickers op je lijf, 3 etmalen lang, bij Wim Gelderblom. En dan moet je het dagboek bijhouden, wat je doet, wanneer je aan sport, ik sport nooit, ik zeg het voor jou, als je aan het sporten bent. Ik wandel. En dan krijg je een hele mooie meting van hoe je inspanning is en ook hoe je weer herstelt. En daar bleek bij mij dat ik herstelde helemaal niet in mijn slaap, door die slaappillen. Dus ik had het nooit meer dromen. Je hebt geen remslaap meer. Ik denk, ja, kut, ik moet er vanaf. Maar ja, doe dat maar eens, ja. Na 25 jaar. Hoe heb je dat aangepakt? Eerst weer op wilskracht, hè. Keihard, ik heb nogal veel wilskracht en doorzettingsvermogen. Dodelijke eigenschappen in relatie tot stress. Dus ik heb stoppen met die shit, weet je wel. De 3 maanden afgebouwd, maar dat bleek veel te snel te zijn. Dus ik kreeg angstaanvallen, paniekaanvallen. Ik weet dat ik een stukje ging lopen, dat ik gewoon gierende hyperventilatie kreeg. Lag ik in de hal van de kerk. Ja, was toch weer in de kerk. Zo lag ik daar maar. En ik had al, toen ik ziek was, heb ik 3 kwart jaar hyperventilatie gehad, chronisch. En dan ben ik het de 2e poging gedaan. Ben ik heel langzaam gaan afbouwen.
En dat laatste stukje heb ik gedaan in een kliniek, in een afkeerkliniek. Zo verslavend is het. Ja. Want het is eigenlijk omdat je lichaam gewoon eigenlijk helemaal niet meer zelf in slaap kan vallen, niet meer weet hoe het moet ontspannen. Nee. En weet je, in zo'n afkeerkliniek zei ik nog eens een keer hoog op de apenrots, want de pillenverslaving is een beetje de ergste verslaving om vanaf te komen. En dat is wat er gebeurt. Nou, en daar ben ik nu achteraf, dit was in 2017, toen ben ik gewoon van het ene medicijn op het andere medicijn gezet. En dus van die slaappillen was ik af, toen kreeg ik antidepressiva. En, maar dat vind ik zo bijzonder. Dat heb je volgens mij, ik weet niet in welke podcast je dat vertelt, dat je in die kliniek, om af te komen van die slaappillen, Kreeg je andere pillen. Antidepressiva, en psychoticum. Ja, antipsychoticum. Dus ik kreeg een hele dikke buik van die antidepressiva. Je komt daar om af te kicken. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dat is toch, ik heb dan kortsluiting, dan denk ik, spoel terug. Heb ik dit nou goed gehoord? Ja. Ik heb het goed gehoord. Ja. Dus om van die slaappillen af te krijgen, kreeg je... Maar ja, ik was verslaafd. Ik heb mij niet schelen, hoor. Ook, wacht even, ik krijg andere pillen. Doe maar. Ja, oké, jij was gewoon, als ik maar afkom van die slaappillen... Als ik maar kan slapen. Als ik maar kan slapen, dat was gewoon jouw enige zorg. Ja. Jezus, kan ik maar gewoon eens een keer één nacht even lekker doorslapen en uitvoerig wakker worden. En dat hoofd, ik heb een druk hoofd. Ja, dus de stem in je hoofd, die blijft maar kletsen, met ideeën. Ja, dat, met name dat. Dus zo werkt mijn brein ook, weet je wel. Ik heb in 2015 besloten, omdat ik gewoon... Nou, toen kreeg ik dus andere pillen. Maak even deze af. Ja, heel graag. En toen kreeg ik zo'n buik. Dus ik terug naar de psychiater. Ik zei, heb je die andere pillen dan? Ja, ik heb nog wel een ander pilletje. En dat was Seroquel. Ik heb niet eens gekeken wat het was. En toen had ik mijn eerste boek over stress. Minder stress, met stressologie had ik af. En dat boek over IRG was een bestseller geworden. Overal, ACO top 3. Ik heb het ook in de kast. Ja? Ja. Spannend boek, hè? Ik heb hem niet gelezen. Nee, nou, lekker zeg. Sorry, ik zei hem toch, ik heb het in de kast. Ja. En dat boek zou 17 mei naar Pinkster in de winkels liggen. Dus ik op 17 mei naar de winkels moeten kijken. Ijdelt uit natuurlijk, weet je, maar je bent toch gewoon ego. Hoe het boek erbij lag, en ik zie dat boek niet. Dus ik naar die Bruna, man van de Bruna, ik zeg, is er wat fout gegaan met de Pinkster of zo? Het bleek helemaal niet verkocht te zijn. Dus de uitgever had het boek helemaal niet verkocht aan de boekhandel. Ik naar de ACO, en toen kwam ik er ook achter dat daar hetzelfde verhaal was. Ik denk, god, nou, toen kreeg ik een terugval. Ik denk, Jezus Christus, en ik had mijn laatste geld erin zitten. Ik denk, nou weet je wat, ik ga gauw slapen, dacht ik. Dus ik neem een paar die pilletjes. En ik word de volgende dag, midden in de nacht, werd ik al gewoon hondsberoerd wakker. Depressief, huilbuien, paniekaanvallen. Ik kon niet slapen. Ja, dat duurde één nacht. Ik zat op de bank, weet je. Ik vroeg Ebe, mijn jongste zoon, wij woonden samen. Om mijn peuken te halen en wodka. Misschien drinken, zuipen, roken. En ik kon weer niet slapen. De tweede nacht ook niet. De derde nacht kon ik weer niet slapen. Nou, dan wordt het helemaal erg. Dus ik zat al aan jankend, 's ochtends vroeg om 1:05 zat ik met die rotvogeltjes weer. Zat ik dus die, terwijl ik gek ben op vogeltjes, hè, als ik normaal ben. En ik zat een beetje in mijn eigen broek te bladeren. En er stonden dus die tekorten aan die gelukshormonen. Die symptomen daarvan. Ik denk, ja, nou wat, ik heb gewoon alles. Toen had ik een aha-moment. Toen dacht ik van, ja, maar wat slik ik dan eigenlijk? En toen kwam ik erachter wat jij net zei. Kijk, een antidepressivum, dat gaat allemaal over serotonine en dopamine. Een antidepressivum probeert de beschikbare hoeveelheid serotonine en dopamine langer in je brein beschikbaar te houden. Maakt geen nieuwe serotonine aan, hè? Wat dat is wel wat ze... Kunnen. Ja, ja. Dat zeggen ze wel, maar zo werkt het niet. En wat ik slikte was een antipsychoticum. Dus een antidepressivum in een lage dosering kan slaapverwekkend werken. Daarom kreeg ik dat voorgeschreven. Maar een antipsychoticum kan dat ook. Dus daarom kon ik daarop slapen. Alleen een antipsychoticum, als je te veel serotonine hebt en te veel dopamine hebt, ja, dan kan je denken dat je Johan Cruijff bent. Dan krijg je psychose. Dus die trekken die gelukshormonen naar beneden.
Dus ik was gewoon, ik had mezelf een enorm tekort aan gelukshormonen geslikt. Ja, dat beetje gelukshormoon wat jij nog had. Was onderuit. Dat met dat psychoticum, was dat ook gone? Ja. En toen was ja. het... Ja, het was einde oefening. Maar ik was wel al zover, want ik had in dat boek... Ik had dus de belangrijkste ontdekking een week nadat dat boek uitkwam. Maar worst nightmare voor het schrijven. Ja, ja, ja. Dat en, maar ik wist wel al genoeg van over voedingsstoffen, hoe ik dat kon repareren. En toen was ik in 3 weken, was ik gewoon helemaal het mannetje. En zo heb ik geleerd om met voedingsstoffen die hormoonhuishouding te gaan bespelen. En positief te beïnvloeden. En dat is uiteindelijk de stressologie geworden. Ja. Dus als je hier... Oké. Laten we even bij het begin beginnen. Want wat was jouw meest belangrijke inzicht? Je moest gewoon eigenlijk heel gezond gaan eten. Dat is wat jou gered heeft. Niks meer, geen zakjes, geen pakjes, alleen Ook dat. Maar ik was nog niet zo ver. Want ik ben namelijk niet zo'n gezonde eter. Ik kook niet. Ik scharrel bij het maar een beetje bij elkaar. Bij de slager en daar. Vanavond even weer bij de Thai. Hele goede Thai in Breukelen trouwens. Kan je zo naartoe fietsen. En vanavond een lekker Thai. En dan neem ik een salade of zo. Maar ik ben niet van het koken en al die... Sterker nog, ik kan helemaal niet tegen salades. Ik verteer het niet. Het is gewoon weer oude salade. Dus dat ik ook... De tijd dat ik burn-out was, weet je wel, wist ik ook helemaal niet dat ik burn-out was. Ja, trouwens. Dat vind ik... Dat, ja, dat kan je helemaal dan niet heb ik kortsluiting in mijn hoofd. Ja. Dan kan je nou niet weten dat je helemaal naar de getver bent. Ja, dat realiseer je wel. Oh. Maar ik zat gewoon de hele dag op mezelf te schelden. Heel lul, moet je kijken hoe je erbij zit. En dan ging ik push-ups doen en ik ging weer kijken hoe ver ik kon lopen. Want ik kon ook helemaal niet meer lopen, hè, met die burn-out. Ik moest opnieuw leren lopen. Ik was zo ver weg. Het was bizar. Als ik erop terugdenk, denk ik, ach, jochie toch. Wat heb jij jezelf aangedaan? Ja, ja. Maar dat hoofd, dat gaat maar door. Het lul, doorzetten. Huppakee. En dus ik ging allemaal idiote dingen doen. Koud afdouchen, had ik gelezen. Goed voor je. Nou, stond ik dan met als ik erop terugdenk, hoe ik... Dan duurde het maar al een half uur voordat ik onder die douche kwam. En dat was al het zweetdroop van mijn kop. En dan ging ik koud afdouchen. Nou, push-ups doen met dat lijf wat helemaal niets meer kon. Dat hoofd ging maar door. Ja. En dat is zo moeilijk met een burn-out. En ook op mensen die op weg zijn naar een burn-out, die zijn er bijna niet te stoppen. Je moet je als het ware de dwangbuis afvoeren. Want die denken dat er niks aan de hand is. Ja. En zelfs toen ik er volkomen in zat, ging ik nog als een idioot keer. En dat is gewoon de kortsluiting. Dat is echt non-stop ook wat ik zie. Ja. Wat ik ook geleerd heb. Dat iemand... Ja, dat je daar echt iemand eigenlijk aan de hand moet nemen. Ja. En zelf moet laten inzien. Ja, je gaat het zelf niet inzien. Je gaat het zelf niet inzien. Nee. Stresshormonen onttrekken zoveel energie uit je brein dat je gek wordt. Letterlijk gek. Zo en dan, wat bedoel je dan met gek? Nou, dat je niet meer helder kunt denken. Oké, dus je kunt niet meer oorzaak, gevolg, je kunt niet meer even 10 stappen vooruit totaal denken. Totaal in de war. Oké, dus je gaat slecht vreten, alles. Je gaat je dom gedragen, je gaat gekke dingen zeggen. Nee, mensen die stress hebben, die gaan steeds minder gezond leven natuurlijk. Weet je wel? Want die zijn alleen maar aan het overleven. Die zijn zich niet aan het voeden, die zijn zich aan het uitputten. Maar hoe dat heb is eigenlijk jij... wel mooi gezegd eigenlijk, dit. Die voeden zich niet, die putten zich uit. Ja, ik zie het gebeuren. Maar op een gegeven moment heb jij op een of andere manier... Je zit daar als een soort van ingeving in je eigen boek te lezen. Ja. Om daar, ik heb dit gewoon al opgeschreven. Ja. Ik ben nu mijn gelukshormonen. Dat laatste beetje wat ik nog had, ben ik nu ook aan het onderuit. Wat heb je toen gedaan? Want je zit hier nu, volgens mij, redelijk stressloos. Ja. Het enige wat ik nog heb, ik heb de tremor... overgehouden aan die slaappillen. Daar heb ik nog wel eens last van. Maar wat ik gedaan heb... Een beetje trilt. Oh ja. Dat is wel veel erger geweest. Een beetje een neurologische schade van 25 jaar slaappillen. Benzo's. Ja, maar als je nooit diepe slaap hebt gehad, als je geen remslaap hebt gehad, als je gewoon eigenlijk alleen maar daar stil hebt gelegen met je ogen dicht, terwijl dat lichaam helemaal niet kan herstellen, niet kan verwerken. Ja. Dan vind ik het nog een wonder dat je er zo fris en fruitig bij zit. Je zit echt helemaal aan te kijken van die is gek. Hij is gek. Ik probeer het te vatten. Ja. Die stresshormonen trekken zoveel energie uit je brein dat je niet meer helder kunt denken. Dus dat noem jij met gek? Dat is gek. Maar je wordt dan zo gek. Want het zijn
Meestal zijn het mensen die burn-out gaan, dat zijn doorzetters. Dat zijn perfectionisme is by far de gevaarlijkste eigenschap, ben ik. Ik heb echt moeten leren om dingen te laten verslonsen. Maar ja, ik had van de week weer pijn in mijn nek en mijn rug. Ik denk, oh, veel te intensief geschreven, weet je wel. Dat moet dan ook wel heel goed worden. Maar ze zijn zo gek. En dat is iedereen die dus een burn-out heeft gehad, die kan dat beamen, denk ik. Je wordt zo gek in je hoofd dat je je lichaam in de vernieling helpt. En je wordt ook, gaat minder goed eten, je gaat minder bewegen. Want je bent wel bezig met dat overleven. Ja, maar jij bent daar uitgekomen. Daar wil ik naartoe. Jij bent daar op miraculeuze wijze, laten we dat dan maar zo noemen. Ja. Ben jij daar op eigen kracht. Je hebt op een gegeven moment bedankt voor de pillen, bedankt voor de medicatie. Ja. Je bent daar uitgekomen. Wat heeft jou daaruit geholpen? Nou, dat was een gesprek. Ik ben in 2013, oktober 2013, onderuit gegaan. Halverwege 2015 begon ik weer dat ik weer een beetje up and running was. Dus ik ben gewoon echt anderhalf jaar helemaal uit de relatie geweest. En toen had ik een gesprek met een oud collega van me. En die begon over zijn burn-out en zijn hartaanval. Burn-out en een hartaanval. Dat dan? En toen zat hij vertellen. En ik dacht, nou wat, ik heb een burn-out gehad. En bij mij was dat ziek zijn begonnen met een burn-out en een darmperforatie. En daarna al die ziektes. En toen viel bij mij het kwartje. Chronische stress. En toen dacht ik, ja, maar weet je, ik was in die periode dat ik ziek was, was ik onder behandeling van 9 specialisten, hè, alles bij elkaar. 9 specialisten. En niemand heeft dat tegen mij gezegd. Hé, vriend, de stress. En dan moet je dit en dit doen. In plaats van benzo's. Nou, dat fascineerde me zo. Ik denk, ja, als ik dat heb, dan hebben 100.000 andere mensen dat ook. Ja, en toen ging er bij mij een knop om. Ik denk, ja, hier wil ik een oplossing voor vinden. Dat al die mensen geholpen kunnen gaan worden. Waar ik zelf dus. En toen ben ik gaan zoeken. Dat was in 2015. En in het begin dacht ik ook, weet je wel, ja, dat zit tussen je oren, stress en zo. Ja, dat is gewoon helemaal niet waar. Het is hormonaal. Het draait allemaal om hormonen. Nou, ik denk wel dat het tussen je oren zit. Want jij nam heel. Dat ego nam jij heel serieus. Ja. Dus jij geloofde dat er inderdaad angst was. Met als resultaat dat je lichaam stressvol gaat reageren. Dus. Wacht, dit wordt heel ingewikkeld. Ja, voor deels, maar je denken wordt dus beïnvloed door die stresshormonen. Ja, het heeft met elkaar te maken. Ja. En als jij tekort hebt aan serotonine, ga je vanzelf angstig denken. Ja. Dus het is de hond die je staat, het is een wisselwerking doorlopend. Ja, oké, daar wil ik wel even jou op zeggen. Ja. Maar het begon natuurlijk, jouw lichaam was in zekere zin, was dat hartstikke. Volgens mij kun je niet anders zeggen dan dat jij een heel sterk lichaam hebt. Ik bedoel, wat jij het hebt aangedaan, halleluja. Ja. Dus dat lichaam, daar was eigenlijk niks mis mee. Je nam je denken wel heel serieus. Ja. En dus het begint in mijn ogen wel met het ego achter het stuur van je leven zetten. Ja, klopt. En maar jagen en maar jagen en maar denken, als ik dan die bonus binnen heb, dan ben ik gelukkig. Ja. En als ik dan die volgende carrière stap maakt, nou, dan ben ik het mannetje, dan kan ik dat huis kopen. En weet je wel, dus het is wel, het begint toch met. Ik wil weer financieel onafhankelijk worden. Nou, financieel onafhankelijk voor je 40ste. Ja, was ik ook, is ook gelukt. Ja, precies. Ja, maar ja, dan wel iedere avond aan de slaappil om in slaap te kunnen vallen. Ja. Ja, dus het begint, ik denk toch dat het met dat denken begint. Met dat ego, met de angst. Het is, ik denk in mijn geval is gewoon begonnen met overleven. In alle gevallen. Weet je? Dat gewoon doorlopen terug op in mijn leven. Nog steeds. Dat heeft heel vaak ook te maken met verraad. Maar natuurlijk, ik had die ambitie. Maar het zijn ook altijd ambitieuze mensen die onderuit vliegen. Want die leggen de lat hoog. En dat kan te hoog zijn in relatie tot hun capaciteiten. Ja. Alleen ik bleek heel veel te kunnen. Nou, dat was een dodelijk rode lap natuurlijk. Ja. Maar goed, je had er wel toen je missie van gemaakt. Want dat is wat ons denkbaar, wat we wel gemeen hebben. Dat we super onderzoekend zijn. Ja. En op een gegeven moment, ik had ook al heel jong die conclusie getrokken. Ik was 18. Ik dacht, die artsen, ja, het spijt me. Maar ik heb er geen klik mee. Ik vind het een beetje pannenkoeken. Volgens mij moet ik het gewoon zelf gaan uitzoeken. Ja. En toen ben ik helemaal de rabbit hole ingedoken. En wat ik ook leuk vind, komen we tot heel veel dezelfde conclusies. En hebben we ook heel veel dezelfde therapieën. Ja. Want wat ik in jouw boek terug zie komen, dan denk ik, oh grappig. Dat is ook echt wat mij geholpen heeft. Ja, dus, ja, ik begon in 2015. Ik denk, ja, ik dacht, het zit tussen mijn oren. En ik ben gewoon gaan zoeken. Ik ben vanuit 7 verschillende invalshoeken. Vanuit lichaam en leefstijl.
Vanuit de psyche natuurlijk, vanuit je persoonlijkheid, nou, daar zit hij dan bij mij, mentaal, hoe je mentaal sterker kunt worden, gevoelens en emoties, wat je daar allemaal kunt doen, op het gebied van het onderbewustzijn, heel belangrijk, ja, heel en het belangrijk. Hogere bewustzijn. Ja, daar ben mooi. Ik allerlei technieken voor gaan zoeken. En in het begin was stressologie, toen het boek net uitkwam in 2018, was een beetje, ja, je moet dit, een beetje van dit, een beetje van dat. Tot een week nadat het boek uitkwam. En toen wist ik hormonen en de relatie met voeding. En specifieke voedingsstoffen. En zo is het ontstaan. En ben je aan de synthetische supplementen gegaan? Wat heb je gedaan? Ik heb echt alles gedaan wat fout is. Dus medicatie, supplementen, kilo's. Op een gegeven moment had ik dus, toen ik nog ziek was, gehoord supplementen. Zeg goed, van alles zit dus. Maar ik werd alleen maar ziek. Ik denk, hoe kan dat nou toch? En toen was ik kwam bij een cardioloog. Dat was een van die specialisten. Het bloed was niet goed. De rest van mijn leven moest ik pillen gaan slikken. Anti-cholesterol. Cholesterolverlagers. Mijn vader had varkenskleppen in zijn hart. Mijn broertje heeft al 6 bypasses. Jongere broertje. Ik heb gerookt, gezopen. Ik denk, ik ben gewoon aan de beurt. Dus ik die pillen slikken. Ik was toen nog onbewust. En, maar ik werd van de een op de andere dag van die pillen gewoon een oude man. Ik werd, wat is dit dan? Zeg, hey, overal pijn en geen energie meer. En toen kreeg ik van iemand een boek in mijn handen gedrukt. Dat is Voedselzandloper van Chris Verberg, Burg. Belgische arts en onderzoeker. En die schreef dat je met visolie en walnoten dat bloed weer goed kon krijgen. Nou, alsof er visolie en walnoten. Maar ja, ik had zoveel last van die bijwerkingen. Ik ga die pillen wegflikkeren en ik ga aan de visolie de walnoten. Nou, en wat er gebeurde, een half jaar later kom ik terug met een cardioloog, was mijn cholesterol helemaal goed. Maar ik markeerde zoveel, ik supplementen. Toen ging ik vol, helemaal los op de supplementen. En dan werd ik toch weer steeds zieker, dat kan dan nou toch. En toen ben ik er later achter gekomen dat er een wereld van verschil zit tussen synthetische supplementen, nagemaakte voedingsstoffen, dus synthetisch nagemaakte voedingsstoffen en echte voedingsstoffen. Wat is het verschil? De ene is nagemaakt, de andere is natuurlijke stoffen. Je lichaam weet precies wat ze daarmee moeten. Synthetisch nagemaakte shit, zo, daar weet je lichaam helemaal niks mee wat ze ermee moeten. Dat veroorzaakt, hè, dat zien we ook, ik schrijf er in mijn boek ook over, dat veroorzaakt eigenlijk alleen maar meer stress. Het is ja. En het belast je lever. Het is echt super schadelijk. Dus weet wel wat je slikt. Ja, ik heb me daar ook heel erg in verdiept. Ja. Maar dus je kwam erachter van, oh shit, ik heb hier hele dure urine. Ja. Die eigenlijk nog meer stress veroorzaakt dan dat het oplost. Ja. Dus en toen? Maar het is zo'n jungle, dat land, supplementenland. En ik heb natuurlijk ook voor farmaceuten gewerkt en zo allemaal. Hè? Dus ik wist er wel wat van. En de synthetische supplementen worden gemaakt door farmaceuten. Dus gewoon uit aardolie bijvoorbeeld. Hè? Dus gewoon uit aardolie is natuurlijk, maar niet voor ons lichaam. En natuurlijke stoffen, ja, dat herkent ons lichaam. Maar 95% van alle supplementen is rotzooi. 95%. Daarom praat ik ook nooit meer over supplementen. Ik praat altijd over voedingsstoffen of geconcentreerde voedingsstoffen. Nou, daar zijn maar een paar fabrikanten van in Nederland waar je goede spullen vandaan kan halen. Ja, en ik ga ze nu zelf ook maken. Ja, ik ben wel fan, misschien ken je dat merk dan ook, van Nature's Answer. Ja, ken ik ook. Dit gebruik ook, ik niet. Oké. Okay. Haal je uit Amerika zeker? Ja, je kunt het nu ook in Nederland heel makkelijk kopen. Oké, dat wil ik graag weten. Oké, want ook omdat je daar zelfs geen... er wordt zelfs geen alcohol gebruikt om de kruiden te conserveren. Daar heb ik niet zo bezwaar tegen. Oké, vertel. Nou, praat verder. Maar je ontdekte dus, ik moet geen supplementen hebben, maar ik moet geconcentreerde voedingsstoffen hebben. Nou, ik probeerde het eerst met voeding, hè. Dus dat had ik in mijn boek ook al, de eerste versie van het boek. Als jij meer serotonine wil aanmaken, dan heb je stofje nodig, een aminozuur, tryptofaan. Dat zit in bananen. Ik denk ook, bananen vind ik lekker. Ik bananen eten. Verklaart dus wel waarom ik zo up and running ben. Ja, want jij eet er wel 20 per dag, geloof ik. Als ik wel 20 van die dingen per dag eet, ja, dan snap ik wel dat we lekker gaan. Ja. Dat we goed slapen, dat ik veel gelukshormonen makkelijk aanmaak. Ja. Ja, maar wie eet er nou 20 bananen op? Ja, nou ja, als je nu luistert, dan denk je, want 20 bananen, het is wel grappig, het is nog geen 2000 calorieën.
Dus stel je voor, je zou 10 bananen gaan eten, dus nog geen 1000 calorieën. Dus... Nou, ik eet elke dag een banaan, maar door jou, ik ga er 3 van maken. En, maar het werkte dus niet genoeg voor tryptofaan. Ik denk, hoe kan dat nou toch, weet je wel? Want ik eet toch bananen en ik voel niks. En, maar daar ben ik er later achter gekomen. Ja, dat tryptofaan wordt vooral aangemaakt als die fucking banaan lekker ligt te hangen aan de boom in het zonlicht. En wat wij eten, dat zijn allemaal onrijpe bananen. Dus jij kan er goed op gaan doordat je zoveel eet. Maar normaal gesproken, als mensen 1 of 2 bananen eten, dan krijg je niet genoeg binnen. Want dat zit er nu in, voeding is verarmd. Überhaupt voeding is een puinhoop, hè? Ja, ja. Als je het is niet biologisch bijna, het is bijna geen voeding meer, het is vulling. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, omdat we zoveel pesticiden, bestrijdingsmiddelen en groeistimulerende middelen hebben gebruikt in onze aarde, is de aarde uitgeput. Ja. He, dat is ook wat ik in mijn boek vaak schrijf, dat we zien dat biologische voeding soms wel 30-60% meer voedingsstoffen bevat. Tot 70 wel. Tot 70% dan regulier geteeld. Ja. Om de simpele reden dat de meeste groenten bij de Albert Heijn bijvoorbeeld groeit niet eens meer op de volle aarde. Nee. Maar wordt gekweekt in water of op wit zand. Maar dat gaat nog veel erger worden. Als de plannen van het World Economic Forum doorgaan, naar de boeren van het land verdreven zijn, dan krijgen we grote voedselfabrieken met 7 lagen. En er wordt alles opgeteeld op water en kunstmest. Ja. Nou, dan wordt het helemaal een puinhoop. Ja. En het is heel simpel. Op het moment dat jij dus te weinig magnesium binnenkrijgt, krijg je stress. Het lichaam krijgt stress. Nou, en dan, dus als jij het niet biologisch eet, daar kan je vergif op innemen dat je tekort hebt aan magnesium. Krijg je stress. Maar überhaupt een tekort aan voedingsstoffen, waardoor je gewoon veel minder weerbaar bent tegen stress. En dat is even de reden waarom er zo verschrikkelijk veel mensen gestrest zijn. Burn-out, de laatste cijfers hè, van gisteren. 1 op de 3 vrouwen loopt rond met burn-out krachten, jonge vrouwen. En 1 op de 4 jonge mannen met burn-out klachten. Nou, dat is ongekend. Toen ik hiermee begon in 2015 was dat 1 op de 9. Dat gaat echt met rassen schreden. Zo. Overtreffende trap. Ja. Dat is bizar. Dus dat komt omdat we, nou, de angst neemt gigantisch toe. Ja, worden allemaal bang gemaakt. Worden non-stop de hele dag door via de media bang gemaakt. Ja. Echt, als het ene gevaar nog niet geweken is, dan hebben we al zogenaamd weer een ander gevaar. Joe Biden's vrouw is alweer corona, hè? Oh, oké. Okay. Ja. Ja, precies. Die zit ook over 3 weken allemaal weer met zijn muilkorf. Ja, dat zit eraan te komen. Want ik zag allemaal alweer vacatures voor nieuwe prikkers. Dus het. Als je boven de 60 bent, dan kom ik alweer in aanmerking over 3 weken. Ja, dus de angst wordt gigantisch opgevoerd. Ja. Ondertussen worden we heel erg bang gemaakt voor de banaan. Ja. Dus voedingsstoffen met die dat zogenaamde stofje dan bevatten en kunnen aanmaken, daar worden we heel erg bij weggehouden. Ja. Er wordt volop vulling gepromoot. Ja. Dus ondertussen, nou, de medicatie wordt verkocht als snoepjes. Ik bedoel, je hoeft alleen maar even naar de dokter te gaan en een uur later heb je een tas vol pillen. Ja, met name antidepressiva. Ze zijn wat terughoudender geworden van de pappetjes. Maar antidepressiva is gewoon... Er zijn 2 miljoen mensen verslaafd in Nederland. 2 miljoen mensen verslaafd aan antidepressiva? Ja, dat wordt per dag meer. En ze werken niet. Want weet je, ik heb testen waarmee je dus vragenlijsten, waarmee je dus gewoon tekort aan die gelukshormonen eruit kan halen. Nou, ik zie daar gewoon rood op kleuren voor mensen die antidepressiva slikken. Het wordt alleen nog maar erger. Ja. Dat kan ik gewoon testen. En dat kan ik ook doen met een beetje bloed en een beetje urine. Kan ik gewoon zien, spuug, kan je de stresshormonen in meten, speeksel. En uit urine kan je precies zien hoeveel dopamine en serotonine erin klinkt. Ik snap ook ineens waarom jouw gebit naar de kloten ging, om het maar even zo te zeggen. Ja. Want als je heel erg stressvol bent, dan wordt je speeksel superarm aan mineralen. En die mineralen heb je nodig voor gezond speeksel en een gezond gebit. Als die mineralen gan zijn, dan, dan heeft je gebit geen voedingsstoffen meer. Dus dan kwijnt het weg. Ja, nou, dat is ook gebeurd. En ik, van de stress had ik van die ouderwetse vullingen kapot gebeten. Nou ja, kwikvergiftiging van opgelopen. Daar ben ik 1,5 jaar lang invalide geweest van de jeuk. En dan, maar weet je, het gaat zo ver. Ik had dat kaakbeenverpussing. Ik denk, elke keer, er kwam mijn vrouw, wat heeft hij nou weer? Ja, dan heb ik mijn kaakbeen eens aan het verpussen. Maar dan heb je dus permanent ontsteking in je mond. En dan is dat immuunsysteem doorlopend aan de gang. Maar iedereen heeft dat, die een implantaat gekregen heeft of een wortelkanaalbehandeling. Weet ook niemand.
Dus ik had een heleboel wortelkanaalbehandelingen gehad. Ja, dan wordt dat element wordt doodgemaakt met zo'n kanaal, met gif. En, maar dat zit in een levend kaakbeen. Dus wat doet dat kaakbeen? Dat wil dat dode element eruit hebben. Dus het gaat verpussen. Dus ik heb, nou, iedereen verklaarde me voor gek. Ik heb in België laten behandelen. Ik heb dat al dat verpussen, dus alles weg laten halen. Ramp. En wat denk je wat? 3 weken nadat ik daar geweest was, mijn vrouw verklaarde me voor gek, kwam bij mijn vrouw de stifttand kwam eruit zetten. Die bleek precies hetzelfde te hebben. Dat is bij iedereen. Maar in de tijd dat je daarbij rondloopt... Hoe bedoel je, dat is met iedereen? Nou, op het moment dat jij implantaten hebt... Ja. Of dat je een wortelkanaalbehandeling gehad hebt... Ja, heb je een dood element en dan gaat dat kaakbeen verpussen. Ja, ja. Alleen, we weten het niet. Nee, nou ja, ik ben nu 2013 10 jaar niet bij de tandarts geweest. Dat vinden mensen heel dom van mij. Hoe ik het in mijn hoofd kan halen om niet naar de tandarts te gaan... want jij bent toch zo van het meten is weten en laat dat checken. Ja, ja, ik weet niet, alles in mij zegt ook dat ik vind ook het echt crimineel dat preventieve weghalen van de verre standskies. Ja. En het preventief behandelen met fluoride en weet ik het allemaal. Ja, fluoride zijn, want ze zijn aan een ramp ontsnapt, hè, door die huisarts Dr. Bolenberg. Want ze wilden dat ons door het drinkwater doen in de jaren 70. Ja, dan had je wel de niet te overzien een ramp gehad. Ja, en, maar we zijn al dit soort dingen, weet je, dat, als je daarin gaat verdiepen, dus je kan cholesterol, wat ik net vertelde, dus bij een burn-out, cortisol, als je op cortisol gaat, dan wordt er heel veel, heb je heel veel cholesterol nodig om die cortisol te kunnen aanmaken. Ja, nou, wow, dus er valt mensen, weer een kwartje. Ja, dan vertel. Nou ja, dat dus ik zie dat bij mijn vader, die heeft ook een wat hoog cholesterol. Mijn cholesterol is altijd super laag, dat snap ik wel. Als je niet aan stress doet, ja. Waar is dat voor nodig? Ja, en een beetje veel sport wat jij doet. En, ja, maar daar ga ik me toch ook niet druk over maken. Dat heb ik al lang, dat doe ik al zo lang, daar ben ik aan gewend. Ja. Dus dat is, en ik weet ook wel heel goed van, want ik meet ook altijd mijn heart rate variability. Oh, ja. Ik meet mijn diepe slaap, ik meet mijn remslaap. Ja. Ik weet echt wel van, oké, even normaal doen nu, of kan nog wel een tandje bij. Ja. Dus ik meet dat ook wel de hele tijd. En ik voel dat, ja, ik kan dat ding eigenlijk ook wel afdoen. Want ik kan, voordat ik kijk, weet ik al hoe laat het is, zeg maar. Maar wat je nu zegt, dat is wel eventjes, er klikt wel wat bij mij. Als jij heel veel stress hebt, heeft je lichaam dus in jouw verhaal heel veel cholesterol nodig. Ja. En om dat te kunnen bufferen. Ja, en om die cortisol aan te kunnen maken. En als er geen cholesterol meer beschikbaar is, door anti-cholesterolpillen bijvoorbeeld, daarom krijgen die mensen ook alles over energieproblemen. Ja, maar ze maken ook geen Q10 meer aan, waardoor je dus het stofje waar je energie van krijgt. Ja, ik probeer altijd zo ver mogelijk weg te blijven bij praten over stofjes. Maar goed, ja. Omdat ik denk, ja, het gaat niet over stofjes, maar ik drink ook absoluut geen koffie. Nee, want ik ook koffie... niet. Dat zie ik ook echt als betalen met de creditcard. Je gaat energie opnemen wat je niet hebt. Ik zie je altijd binnen no time. Het is super verslavend. Nou, dat zegt mij al genoeg. Ja. En je wil natuurlijk alles zijn behalve een slaaf. Maar dan snap ik nu ook ineens waarom het drinken van koffie een hoog cholesterol veroorzaakt. Ja, het is letterlijk zo. Als ik 1 kop koffie drink, wil ik helemaal shaken. En terwijl ik ook koffie verslaafd ben, ook verslaafd aan alles geweest, hè. Dus ik ook koffie verslaafd heb ik. Echt niet een beetje. Gewoon, als ik nu 1 kop koffie neem, dan zie je pas wat het met je lichaam doet. Ja, ik heb zoiets, als ik eraan ruik, man, dan kan ik al tot 4 uur 's nachts doorschrijven. Ja. Dat spul, ja, volgens mij is het ook ontworpen om de loonslaaf letterlijk de hele dag kutklusjes te kunnen laten oplossen. Oh, is dat zo, ja? Nou, dat is een verhaal wat ik ooit heb gehoord en wat mij als muziek in de oren klonk. Toen dacht ik, ja, tuurlijk, als je werk moet doen wat je niet leuk vindt, dan hoe heerlijk is het dan als je de hele tijd, als je dan door de baas ook aangereikt koffie krijgt om je toch maar op de been te houden en dat te kunnen laten doen. Ja. Maar want daar waren we gebleven. Jij bent dus geen supplementen gaan nemen. Jij bent geconcentreerde voedingsstoffen gaan nemen. Ja. Waar ben je heel erg fan van geworden? Nou, het gaat er dus om bij als je burn-out klachten hebt, is dat je dus tekorten gaat krijgen aan die hormonen. Dus dat kan je opvangen door met de juiste voedingsstoffen zorgen dat er weer nieuwe hormonen aangemaakt worden. Dan kan je dus niet burn-out gaan.
Ja, daar heb je verschillende stofjes voor nodig. Bijvoorbeeld, ik zal even, maar moeten we toch over een stofje praten? Ja, prima. Ik vind het goed. Dus bijvoorbeeld het stofje tyrosine, dat is een aminozuur. En dat is de basis voor dopamine. Maar het is ook de basis voor het schildklierhormoon tyroxine. Dus dopamine wordt uiteindelijk omgezet in adrenaline. Als jij dus op stress gaat, dan gaat die stofje tyrosine, krijg je tekort aan tyrosine voor tyroxine, schildklierhormoon. Dus moet je tyrosine gaan aanvullen. Dan kan je kijken of dat, waar dat in voeding zit. Dan moet je dat vooral biologisch doen. Of je doet dat met geconcentreerde voedingsstoffen om snel de boel weer op de rit te krijgen. En hoe heb jij dat opgelost? Ik werk dus met die geconcentreerde voedingsstoffen. Wat nam je? Ik heb bijna alles genomen. Ik gebruik nog steeds heel veel. Want ik wat gebruik je? Want ik kan, als ik iemand binnenkrijg en dat ik denk, ook een keer burn-out geweest. Ik zie dat zenuwstelsel niet tot rust komt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan, potverdorie, nou ontschiet natuurlijk met de naam. Rhodiola. Ja. Pol, dat moest echt uit mijn tenen komen. Ja, daar ben je ontzettende fan van. Oh, daar ben je ook heel erg fan ja, van. Überhaupt dat is adaptogene kruiden, daar ben ik er helemaal gek van. Gebruik je elke dag. Dat gebruik je iedere dag. Maar ik heb nog steeds een heel intensief leven. Hè? Nu ben ik weer een boek aan het schrijven. En de volgende maand, aan het eind van deze maand, gaat mijn webwinkel de lucht in. En ik ben mensen aan het opleiden. En ik ben 61. Ik hoop, weet je, om 3:30 straks komen de Stones met een nieuw album. Ik ben een enorme Stones fan. En daar hou ik me al vast. Keith Richard en Mick Jagger, die leven nog steeds. En zijn nog steeds actief. Terwijl ze ook als een debiel geleefd hebben. En mijn helden. Dat zijn jouw helden. Ja, dat zijn mijn helden. Ja, oké. Maar je houdt jezelf dus op de been met kruiden zoals rhodiola. Ja. Wat neem je nog meer? Elke dag visolie. Waarom visolie en geen algeolie? Nou, vind ik een goede vraag. Omdat in mijn beleving zijn we gewend om vis te eten. En algen worden minder goed verteerd. En het is 2 keer zo duur. Maar ik ben ook met een paar mensen aan het uittesten of dat dezelfde resultaten geeft met algeolie. Dus goed punt. Ik neem elke dag een multi, want wil je van aminozuren hormonen kunnen maken, dan moet je alle vitamines en mineralen beschikbaar hebben. Nou, bij de manier waarop ik eet, denk ik, nou, beter het zeker voor het onzeker. En wat voor multi neem je dan? Een 100% natuurlijke multi. Een 100% natuurlijke multi van het merk? In dit geval Plant-O-Vitamins. Plant-O-Vitamins. Daar ben je lang naar op zoek geweest in deze halen, dat uit planten en uit fruit. Ja. Er zitten ook paddenstoeltjes in, er zitten fruitextracten in, er zit van alles in. Dat is heel goed. Maar je hebt ook Vitals, dat is ook goed. Je hebt ook Bonisan, dat is ook een goed merk. Je hebt ook Biotics. Ja, oké. Maar ik ben wel altijd super secuur bij die merken. Want sommige producten vind ik helemaal heel goed. Heel eens. En sommige producten denk ik, complete plank mis. Ja. Erg weg ermee. Heel dus eens. Ik zeg nooit, ik vind dit merk goed. Ik zeg heel vaak, ik vind dit product van dit merk heel goed. Helemaal eens. Oké, praat verder. Ik gebruik ook elke dag magnesium en rustgevende kruiden. Als passiebloem, valeriaan, hop. Daar heb ik een combinatieproduct van, wat ik gebruik om die stress naar beneden te houden. Omdat ik best wel veel van mezelf verg. Ook op deze leeftijd. De meesten gaan achter de geranium zitten. Ik ben pas net begonnen. En, zo voelt dat. Ja. Ik gebruik ook elke dag ashwagandha en rhodiola. Rhodiola 's ochtends, dat geeft me kracht en energie. Ashwagandha 's avonds. Ashwagandha, ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Dat is een adaptieve paddenstoel, toch? Nee, het is ook een adaptogeen kruid. Het is toch een paddenstoel? Nee. Oké, maakt ook niet uit. Paddenstoelen gebruik ik ook. Ik heb nu zo'n Bodyceps. Koffie van paddenstoelen. Ja. Dus ik gebruik geen koffie, maar ik heb wel een alternatief. No koffie heet dat, geloof ik. En, we moeten even een mooie lijst hiervan maken. Of staat het allemaal in je boek? Nee. Gaat dat weer helemaal over die hormonen. Nee, die paddenstoelen zijn maar ik denk dat het leuk is voor de luisteraar als we een lijstje hebben met met kruiden en goede supplementen. Ja. No koffie heet het volgens mij. Dat is poeder. En dan maak je gewoon lekker weer koffie van paddenstoelen. Supergoed voor je energiehuishouden, voor alles. Paddenstoelen worden de grote ontdekking. Hè? De komende jaren draait alles op paddenstoelen. Ja, ik weet het. Daar kunnen we zelfs huizen mee isoleren. Het is bizar hoe ongelooflijk intelligent paddenstoelen zijn. Ja. Ken je die documentaire Fantastic Fungi? Nee, ik ken hem. Aanrader.
Okay. Aanrader. Fantastic Fungi, moeten we ook op kijken. En, maar ga nog even door met welke kruiden, want ik ben echt pro kruiden. Ja, ik ook. Ik ben echt modern kruidenvrouwtje. Ja, kruidenmannetje. Kaal, kruidenmannetje. Dus ik gebruik ashwagandha en rhodiola. Ik heb er helemaal ontzettende fan van. Maar ik gebruik dus ook een kruidenformule voor het meer aanmaken van dopamine, voor meer GABA, voor meer die gelukshormonen. Wat gebruik je daar? Welke kruiden gebruik je daarvoor? Nee, die rhodiola zorgt voor meer dopamine en meer serotonine. En ashwagandha is niet alleen het verlaagt stress en maakt stressbestendiger, maar het zorgt ook meer voor het gelukshormoon GABA. En dus dat soort stoffen werk ik mee. En dat is stressallergie geworden, een soort formule. Waardoor je dus gewoon... Want eerst had ik ontdekt, iedereen die last heeft van langdurige stress krijgt tekort aan gelukshormonen. Maar ja, dat had ik over het hoofd gezien. Dat ook schildklierhormonen, daar heb je tyrosine voor nodig. Dat is dan een aminozuur, is geen kruid. En maca, ander adaptogeen kruid, supergoed voor vrouwelijke hormonen. Maca is niet eens een kruid, het is een wortel volgens mij. Ja. Maken, het, is wel deze, het hoort wel bij de adaptogene kruiden. Oké. Okay. Ja. Nou, maar het is een wortel uit de Andes. Ja, precies. Ja, maar het valt wel onder de kruiden. Ja. Ook dus jij hebt gewoon je kastje helemaal vol staan met superfoods. Ja, nog veel meer. Want ik ben nog steeds ontgiften elke dag. Want we worden elke dag krijgen gif binnen. Dus ik heb ook een preparaat op de ontgiften. Ik gebruik... ik heb laatst een test gedaan en dat ik een wat verhoogd risico heb op dementie. Dat is het laatste wat ik wil hebben. Nou, ja, dat stond in een IGN, heet dat. Ik spreek de mensen volgende week. Kijk hoe dat zit. En u heeft een verhoogd risico. Wat? Hoe kan dat nou? Nou goed. Dus als je je hersenen gezond wil hebben, dan moet je alfa-liponzuur slikken. En glutathion, ook overal goed voor. Ja, dat zijn allemaal... stofjes die gewoon supergoed zijn voor je brein. En ik durf bijna niet te zeggen tegen jouw achterban, tegen jou. Ik ben ook een orgaanmix. Brein heet dat. Aan het uitproberen. En, maar dat vind ik zo bijzonder. Want ik heb dus die podcast van jou geluisterd. Het is echt al 4-5 jaar geleden of zo dat je die opneemt. En dan vraagt Giel Beelen, die vraagt naar jouw 3 favoriete boeken. Ja. En nou, je praat nummer 1, 2, 3 en dan zeg je, ik heb nog een nummer 4. Dat is Hoe overleef ik van Michael Greger. En daar wil je eigenlijk over je nummer 4 boek, dat is een boek wat ongeveer, dat is een pleidooi voor een veganistisch eetpatroon. Daar wil jij het langst over praten, want je vindt dat boek zo fascinerend. En dan, Maar ja, weet je, ik ben gewoon niet slim genoeg, denk ik. Kwartjes vallen. Wat ik vertel over dat inzicht met burn-out, want dit is echt de oplossing van burn-out. Extra voedingsstoffen. Ja, dat wist ik 3 jaar geleden, heb ik dat ook al opgeschreven. Maar het is op een of andere manier kwartje niet gevallen. Dus dat geldt ook. Toen ik jouw boek zat te lezen, dacht ik, ja, kut, weet je wel. Nou, inmiddels, ik heb mijn fruitconsumptie verdrievoudigd. Maar ja, dus kom jij vanochtend, ik eet 20 bananen. Ik denk, moet even wennen. Maar je las mijn boek en toen dacht je kut, of toen dacht je... Ja, shit, dit heb ik al eerder op mijn pad gehad. Weet je, wat me heel erg hard raakte. Ik schreef 30 jaar geleden ook al. En toen was ik met mijn vrouw over de wereld aan het reizen. En waren we in China. En ik had zitten schrijven voor een blad. En was ik in contact gekomen met de Chinezen. Die sprak een beetje Engels. En dan werden we uitgenodigd als eregasten voor de avond. En wat wil je dan eten? Nou, China eet dus de gekste dingen. Ja, ik ben in China geweest. 9 gangen menu. De hanenkoppen, in ieder geval. Het is voor mij ook een memorabel moment. Want wij zaten daar met dat 9 gangen menu. En er was een hele rijke pief die faciliteerde dat voor alle roeiers. En wij zaten met de Canadezen aan tafel. En die lachten ons veganisten toch wel een beetje uit. Hè? Ja. Dat wij die hanenkoppen en alles. En die poten, de hanenpoten ook. Dus lachen. Alles zit erin. En je zag ze echt kokhalzen. Maar ze moesten natuurlijk stoer zijn en dat toch eten. En wij zaten alleen maar het fruit en de salade en de zoete aardappel wat ook al, en de zeewier natuurlijk, allemaal hartstikke lekker. Bonen, rijst, man. Ze hebben echt een gigantische, geweldige, plantaardige keuken ook. En toen moesten we de volgende dag tegen elkaar en we pakten ze. Dat was echt eventjes, oh wat was ik blij toen. Ja. Lachen. Maar in ieder geval, ja, ze vreten daar alles van kop tot teen. Ja, die nageltjes, dus zitten ze gewoon de snack, hè? Voor kippenpootjes, echt de kippentenen, zeg maar. En dan spuren ze de nageltjes uit. Ja. Maar goed, dus ik had gezegd, we werden uitgenodigd. Ik dacht, veilig, hè, je kip.
En er kwam zijn vrouw terug met twee levende kippen. En omdat wij eregas waren, mocht ik die doodmaken. Nou, kortsluiting. Ik kon het niet. Nee, gisteren gaf ik een lezing op de hotelschool. En daar, ik denk dat ik 50 mensen in de zaal had. En ik vroeg wie denkt dat hij hier een dier kan vermoorden. Gingen 3 handen omhoog, 4 misschien. Ja. Toen dacht ik, dit zegt toch alles. En die gingen niet zo omhoog, die gingen... Oké, als het moet, denk ik dat ik het kan. Dat laat toch zien dat wij geen jagers zijn. Wij zijn zo soft. Kijk ook naar onze handen. We kunnen hier niet eens mee moorden. En die tanden, ja... Nou, ik zal het nog erg maken voor je. Dus jaren later zat ik misschien te zuipen. En wat heb je nou nooit gedaan wat je altijd had willen doen? Nou, eentje wilde drugs gebruiken, zijn we dat gaan doen. En ik had gezegd, ja, maar ik eet vlees, maar ik heb nog nooit een dier doodgemaakt. Nou, dan gaan we jagen. En in Zuid-Afrika, wat eentje ervan, dus wij naar Zuid-Afrika en dan op zo'n jeep, weet je wel, en dan gingen we dan een dier doodmaken. Nou, werkelijk waar. En we schoten op zijn beurt en uiteindelijk hebben we een springbok. We hebben staan janken met z'n allen, dat was echt niet normaal. Het ging door merg en been. Maar all the way, hè, ook gevild en dus ik las dat in jouw boek. Ik denk, ja, je hebt gelijk. Bijzonder, hè? Ja. Dat is toch bijzonder. Maar daarom, ik wil er gelijk bij zeggen. Dat staat er ook in het kaartje wat je erbij deed. 1 fruit, 2 bladgroenten. Ik verteer geen bladgroenten, hoor. Tenzij het kookt. Maar ik verteer het niet. Als ik gewoon een rauwe salade eet... Je poept het gewoon, het komt er in dezelfde vorm weer uit. Ja, dat is een verhaal, want je ziet gewoon het drijven. Ja. Ja, nou ja, je hebt wel een belangrijk punt, want groente is zo gezond, omdat het eigenlijk een beetje giftig is. Daarom is het ook niet te vreten. Ik vind het ook echt vies. Ja, het is ook eigenlijk vies. Daar doet iedereen klettert er maar saus overheen, om een beetje weg te kunnen krijgen. Ja, precies. Maar dat heb ik opgelost, want ik zie fruit echt als ons brandstof. Dat is wat ons de energie geeft, op de allerbeste manier. Nu voorhanden. Ja. Natuurlijk zou ik ook het liefst zongerijpt, biologisch, in mijn eigen tuintje gekweekt fruit hebben. Maar dat hebben we niet. En ik zeg ook niet dat het alleen maar roze geur en maneschijn is, de bananenplantages en zo. Maar het is wel, zeg maar, het allerbeste wat we tot nu toe kunnen krijgen. En bladgroenkruiden, kiemen en zeewier. Zeewier, waarvan ik denk dat het heel belangrijk is voor je schildklier onder andere. Absoluut, er zit jodium in. Ja. Belangrijk voor je schildklier. Maar dat is ons medicijn. En als jij, hoe gezonder je bent eigenlijk, hoe meer je daarvan kunt verteren ook. Maar dat is wel iets wat je moet leren en moet opbouwen. En wat afhankelijk is van je lengte, je gewicht, je gewenning. Dat is hetzelfde dat met al die supplementen die jij neemt. Dat heb je wellicht ook op moeten bouwen. Ja. Dat heb je misschien niet gedaan. Ja, wel, in het begin niet. We hebben alles fout gedaan. Ja. Ja. Maar je moet dat wel opbouwen, omdat je lichaam die heeft, ja, dat noemen we dan homeostase, die hanteert een hele fragiele balans. En als je dat radicaal ineens gaat verstoren, ja, dan gaat je lichaam dat je vorige week, laten merken. Ik had dat vorige week. Ik was een weekje op vakantie gegaan, maar terwijl ik op vakantie was, kreeg ik het idee voor het boek. Toen ben ik weer teruggekomen. En zo waanzinnig. Maar omdat ik op vakantie was gegaan, een aantal dingen die bij mijn vaste ritueel horen, bijvoorbeeld voedingsvezels en bijvoorbeeld supergreens die ik elke dag neem, die had ik niet meegenomen. Wacht even, want dat was eigenlijk mijn begin van een vraag. Hou dit even vast, hè? Vakantie, ik schrijf het ook eventjes op. Maar naast dat je nog visolie neemt, vergeet ik weer de naam, moet weer uit mijn tenen komen. Maar Rhodiola, de kruiden. Precies. Ja. Neem je dus ook nog spirulina, chlorella, tarwegras, gerstegras, hoor ik zo terug. Ja, alles. Echt een beetje alles. Ik heb dat zo'n combinatieproduct waar heel veel in zit. Dat was op vakantie, zijn allemaal poeders. En dat die handen als een capsule kan gewoon er binnen kwikken vanuit je achterbak van de auto. En ik werd vorige week vrijdag, ik werd moe. Ik was dit dan? En zaterdag die fruit te branden. Zondag was het nog erger. Ja, vorige week maandag. Ik was gewoon, paniek is een groot woord. Maar ik denk, wat is hier aan de hand? Ik kon gewoon niks meer. En toen op een gegeven moment, kut.
Ik ben gewoon vergeten om die spullen weer in te voeren. En omdat ik zo intensief leef, ik verg gewoon heel veel van mezelf. Ja, ik begon ermee, dat was 's middags op 1 uur, en om 5 uur was ik weer het mannetje. Ja, alleen wat ik bij heel veel kant-en-klare producten zie, nou weet ik natuurlijk niet wat jij neemt, want ik heb niet in je keukenkastje gekeken. Maar zit ook wel goed opletten, vind ik best wel veel oppeppende middelen nog. Mm-hmm. Dus in best wel veel van die producten zit ook nog cacao bijvoorbeeld, mm-hmm. Wat natuurlijk onwijs oppeppend is. Of groene thee, wat ook gigantisch oppeppend is. Ja. Of dat zit ook zelfs in frisdrank. Als je in de Albert Heijn naar het verschap gaat, zit ook, potverdorie, hoe heet dat? Dat is ook ontzettend oppeppend. Dus in veel van die... Door die Red Bull? Nee. Die naam had ik wel, van Albert Heijn, heel oppeppend. Jammer dat ik even die woorden niet paraat heb. Maar er zitten in best wel veel dingen, let ik altijd heel goed op, zitten nog best wel veel oppeppende stoffen. Ja. Dus voor hetzelfde heb je... Miste je even je pep op dit moment? Ja. Of heb je goede, clean producten? Nee, dat zijn echt wel de gewoon, ik heb zo'n product waar gewoon 48 geconcentreerde plantenstofjes in zitten. Okay, ja. Maar goed, en, planten kunnen super krachtig zijn. Ja. En ook oppeppend zijn. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ben ik ook blij mee in dat soort gevallen. Ja. Maar ik gebruik dus veel, omdat ik veel van mezelf verg. Jij ook, maar ik doe dat op een andere manier. Ja. En, maar ik gebruik dus ook om mijn hoofd stil te krijgen, gebruik ik kruiden voor. En, ik heb gewoon ADHD. En wat gebruik je om je hoofd stil te krijgen? Ook weer GABA bijvoorbeeld, of GABA zelf, of ashwagandha. Of ik ben nu een product aan het uitproberen van Energetica Natura, dat heet VHP. Dat is valeriaan, hop en passiebloem. Ik heb echt zo'n... 2 kastjes vol met potjes en dingetjes. En ik test dat, hè, wat ik nodig heb. Hoe test je dat? Ik heb toegepast in de kinesiologie. Ja. Dus heb ik dit nodig, heb ik dit nodig, heb ik dit nodig. Ja, dus aan de hand van spiertesten vraag je eigenlijk aan je onderbewuste wat jij nodig hebt. Ja. Ja. Trekken jouw luisteraars dit? Of denken ze, hij is helemaal gek? Ik heb ze ook al verteld over psychica, dat werkt ook met spiertesten. Ja, werkt hetzelfde weer. Wat ik ook leuk vond, eventjes om in je boek terug te zien, dat je fan bent van PRI. Ja, van Past Reality Integration van Ingeborg Bos. Ja, komt in de podcast. Oké, okay, ja, leuk. Superleuk, heel blij mee. Ja. En EFT, Emotional Freedom Techniek. Ja, hartstikke goed. De helende reis. Maar je hebt... Het EFT vind ik, zoals ik ken je die documentaire Heal? Ja, ken ik. Nou, wel gekeken ook toevallig. Ja, nou, daar zie je dus gewoon op het eind een vrouw die gewoon stage 4 cancer in Amerika. En die dus met tapping technieken. En die vrouw die dat doet bij die dame die dus ziek is. Die doet dat op een bijna bedwelmende manier. En dan denk je wat, het is zo totaal uitbehandeld. En die vrouw die hergeneest door stress weg op te lossen. Ja. Waar ik ook enorm mee bezig ben is het Germaanse geneeskunde. Trauma's. Nou, echt dat ik nog geen kanker heb. Dat is echt godswonder. Ik merk het van veel andere dingen gehad natuurlijk. En trauma's oplossen. Ja. Superbelangrijk. Stress ook. Ja, want dus, misschien is dat wel eigenlijk de onderliggende oorzaak uiteindelijk van die angst. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard. Die diepliggende overtuigingen. Ja. Die er dus ervoor zorgen dat je maar blijft jagen en streven. Om ooit maar goedkeuring van jezelf en de ander te krijgen. Ja, bij mij was dat gewoon absurd. Weet je, van... Uiteindelijk zat ik dan in de directie van ING en ik vertelde dat thuis bij mijn ouders. En mijn vader, die nogal zo'n wederopbouwtype was dat, weet je wel. Die ging kijken of dat wel waar was. En achteraf denk ik dat ik carrière eigenlijk alleen maar heb gemaakt. Dat hij zou zeggen, goed gedaan jochie. Ja. Er is er nooit van gekomen. Ja, na zijn dood. Maar, toen heeft hij het alsnog tegen je gezegd. Ja, ik heb nog steeds contact met mijn vader. Oh, mag ik dat ook bespreken? Ja, dat mag je ook zeggen. Oh, dat is wel bijzonder, want ze zeggen wel eens dat ze na 1-2 jaar wel dan uit de sferen zijn en dat het lastig wordt om contact ermee te houden. Nee. Oh. Ik heb zelfs, hij is nu 15 jaar overleden, 16 jaar. Dat is bijzonder. En ik heb hem in die tijd 10 keer gesproken, zeg maar. In het begin was hij helemaal in verwarring. Dat is, want dat is wat er gebeurt, hè. Daar ben ik ook mijn hele leven op mee bezig. Wat gebeurt er nou na de dood? Ja. Want ik ben er al geweest. Alleen, ik heb er geen actieve herinnering aan. En het leven gaat gewoon keihard door. Gewoon,
Vind je het leuk om te horen? Ja, zeker. Ik heb de boeken van Pim van Lommel. Dat zijn voor mij echt gamechangers geweest. Ja, die heb ik toen. En het feit, ik heb zoiets van dat het zo belangrijk is om, als je in leven bent, om die dood tot in den treuren te bestuderen. Want als je daar niet meer bang voor bent, ja, waar moet je dan nog bang voor zijn? Ja. Met als resultaat dat je stress dus gone is. Ja, klopt. Ja, zeker stress over de dood. Of, mijn vader had dus wel heel veel stress over. Maar goed, je gaat je leven herwaarderen als je dood bent. Maar dan hangt het maar net vanaf hoeveel. Ja, wij denken in tijd. Hè? Van daar is geen ruimte, daar is geen tijd. Dus het begin dat hij overleden was, was hij in verwarring. Ja, ik zie met mijn leven altijd herbeleven. Ik zie het van groot boek, pagina voor pagina. En ik word erbij geholpen. En de laatste keer dat ik hem sprak, is een jaar geleden. Zei hij, een onmogelijke man was hij toch. En dominant en alles moest op mijn manier. En ouderwets. En toen zei hij op het laatste, maar je kon wel met me lachen. Dat was ook zo. En toen zei hij van, Jochie, je moet even naar de... Ik kom uit Utrecht. Wij komen uit Utrecht. Jochie, je moet even naar de tandarts, dus is niet goed. Ik denk, ga daar wat. Hè? Dus ik dacht, de tandarts voor de zekerheid een foto laten maken. Nou, wat bleek nou? Onder een kies waar ik een wortelkanaalbehandeling gehad had, zat er onder een vulling enorm gat. Dus als ik erbij rond was blijven lopen, was ik die hele kies kwijtgeraakt. En vorig jaar was ik jarig en toen was voor het eerst mijn moeder er ook bij een demonstratie. Toen kwam mijn vader ook en daar was ik zo blij voor. En die ging zoet naar mijn moeder toe. En toen vroeg hij op een hele plagende manier van, hoe komt het dat de trouwfoto's ondersteboven liggen in de kast? Nou, mijn moeder schrok zich helemaal over. Ik dacht, gaan we nou kijken? Want dat was zo. Mijn ouders zijn getrouwd in 1960. En een vriend van mijn vader had een van de eerste kleurenfoto's. Maar omdat die foto's aan het vervagen zijn, heeft mijn moeder ze ondersteboven in de kast gelegd. Maar zover gaat dat bewustzijn. Ze zijn dus gewoon nog... Mijn vader is nu hier. Alleen in een andere dimensie. Ik krijg gelijk een kippenvel. Ik voel dat hij er is. Je gaat dus helemaal niet dood. Je kan er ook gewoon nog contact mee maken. Je kan er gewoon mee praten. Alleen wij zijn niet gewend om op die manier te denken. En dat heb jij tijdens die opleiding... Want iedereen heeft deze gave toch eigenlijk? Ja. Maar je moet dat wel trainen. Ja, maar ik had het als kind al. Dus, ja, maar iedereen heeft dat. Ja, iedereen heeft het. Het is net alsof jij een soort van unicorn bent. Nee. Maar we zijn wel allemaal door dezelfde... Nee, kijk, maar iedereen heeft dit. Ja. Maar we zijn wel allemaal geestelijk verkracht op die fucking scholen, hè? Ja. We zijn dus helemaal... Ik ben gek gemaakt. Ik ben van alle scholen afgeflikkerd. Van de lagere school... Nou, dit bijna. Middelbare school ben ik eraf gesodemieterd. HBO ben er van... Ik paste daar niet. Want het klopt niet wat ze daar aanbieden. En dat had ik als jochie wel in de gaten. Jezus, ik ben altijd met Jezus bezig geweest ook. Nou, moest ik dan als jochie van 6, gingen we dan de heilige communie doen. Op de katholieke school. Moesten we platen, kleurplaten. Nou, wat is nou een van de dingen die Jezus kwam brengen? Los van heel veel. Er is leven na de dood. En daar zat ik, dus moest ik kleurplaten. En daar hing Jezus. Ik zei, dat kan toch niet? Het gaat toch dat hij uit de dood is opgestaan in plaats van dat lijden. En Jezus heeft ooit over de hel gehad hoor. Nee, dat is bedacht door apostel Paulus. Nou, ik heb al het idee dat de hel is je ego achter het stuur zetten. Ja. Dat is de hel. Maar dat is niet iets wat hierna dan gaat gebeuren. Nee. Al schrijft Pim van Lommel dat sommige mensen die heel... vreselijk, met voorbedachte raden, vreselijk dingen hebben gedaan in het leven, dat die wel in een soort van hel eerst komen. Dus dat vond ik wel interessant. Je gaat je leven herwaarderen, ja. Dus dan zie je wat voor ellende je hebt over je eigen. Maar dit is wel heel interessant, hè, want je hebt ook Eckhart Tolle. Die heeft iets heel, wat voor mij ook een enorme eye-opener was. Jezus heeft gezegd, zalig zijn de armen van geest, want zij zullen de hemel beërven. Ik denk, nou, wat gaan we nou krijgen, weet je wel? Ik ben toevallig dan slim. Kom ik dan niet in de hemel? En Eckhart Tolle heeft dat uitgelegd. Ja, wat betekent zalig zijn de armen van geest? Dat zijn de mensen die hun ego klein weten te houden. Dus die niet lopen te pochen met hun intelligentie en dat ego. En dan noem het allemaal op. De oude versie van Jurgen Spelbos. En sinds ik dus daar totaal niet meer mee bezig ben. Ja, 500% meer rust in mijn leven. Ja, absoluut. Ja, dus eigenlijk is het doel van weet dat je niet doodgaat. En verder hebben we nog als een ander doel is become nobody. En goede dingen doen. Become nobody. Ja. In de zin van, ja, want jij vertaalt het ego als op de borstklopperij. Maar jezelf
klein maken of jezelf onzichtbaar maken of pleasen of dingen maar niet zeggen. Of, ja, pleasen is een reactie op stress. Ja, heel veel mensen maken die fout. Ja, het is, ja. Het is een van de fight, flight, ja. Fawn, ja, pleasen, to fawn. Het is een stressreactie, maar dat is ook ego. Ja. Het ego is eigenlijk misschien wel door de natuur in werking geroepen om ons te beschermen. Het is een overlevingsmechanisme. Ja. Maar goed, ik zeg altijd, er zijn drie niveaus van leven. Overleven, leven, geven. Ja. Ja, ik zit nu in de laatste fase. Ik heb jarenlang in de eerste fase gezeten. Ja, precies. Maar om te kunnen geven moet je wel dat ego kunnen herkennen en je er niet mee identificeren. Ja. Daarom is het ook... Weet je, ik rijd gewoon een oude auto en een bescheiden huisje. En ik heb dat allemaal niet meer. Wat ik vroeger dus wel had, die ambitie. Ja, maar Eckhart Tolle laat ook zo mooi zien van als jij wel in een groot huis wil wonen. En als jij wel een grote bak wil rijden, dat is ook prima. Als jij lekker... Tenzij je daar je identiteit aan ontleent. Ja, dan wordt het een probleem. Maar als jij vanuit passie, plezier, een mooi lijf wil hebben, een mooi huis, een mooie auto. Doe het lekker. Doe het lekker. Er is niks mis mee. Nee. Er is niks mis mee. De intentie is belangrijk, hè? De intentie, ja. Ja. Ik schenk er even wat water bij. Ja. Nou ja, blijf nog even zitten. Want ik heb sowieso het idee dat we de belangrijkste dingen... Weer klaar hebben, hè? Heb je het al gehad? Nee, ja. We moeten, weet je, anders zitten we hier over 3 uur nog. Ik wil het wel behapbaar maken voor de luisteraar. Ik heb het idee dat we een paar hele belangrijke dingen besproken hebben. Ja. Ja. Zal ik nog even een recap doen van hoe dat zit met die hormonen? Leuk. Is dat technische verhaal? Technische verhaal. Want iedereen denkt maar dat het tussen je oren zit. Ja, natuurlijk heb je het last van stress wat tussen je oren zit. Want je hebt tekort aan gelukshormonen. Dan word je vanzelf, als je tekort aan GABA, het stofje GABA hebt, dan word je vanzelf gestrest. Tot en met paniekaanvallen toe. Alleen, waar komt dat door? Het komt niet door dat denken. Dat denken wordt bestuurd door het gevoel. Oh, dat is ook een mooie waar we nu over hebben. We zijn allemaal getraind op denken, kausaal denken, kausaal denken. We zijn op die manier afgericht op die scholen. Het hele gevoel is eruit getrapt. Cognitieve gedragstherapie, weet je wel, kan helemaal niet. Want dat gaat uit dat je met je gedachten je gevoel kan besturen. Maar het is andersom. Als jij, zeker vrouwen, ongesteld moet worden, ja, dan denk je anders. Door die hormonen. En dat hebben mannen ook, weet je. Je kan gewoon, als je depressief bent, ja, dan denk je vanzelf, maar door die hormonen, in dit geval de gelukshormonen. Nou, stress ruïneert de hormoonhuishouding. En dat komt omdat stresshormonen al die voedingsstoffen opsoeperen, waardoor er geen ruimte is meer voor andere hormonen. De oplossing is voedingsstoffen toedienen. Extra voedingsstoffen, dan kan dat namelijk, dan kan dat hersteld worden. In best wel korte tijd. Een tekort aan het stofje GABA bijvoorbeeld kan al met een paar dagen, waardoor mensen, en ik zie dat half Nederland een tekort aan dat stofje heeft. En dat heeft ook weer een relatie met de darmen. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een leaky gut. Nou, dan explodeert het verbruik van GABA, krijg je enorme tekorten. Kan je oplossen met voedingsstoffen. Darmen kan je herstellen, darmslijm, stresshormoon cortisol verteert letterlijk het darmslijmvlies. Nou, kan je oplossen door stress te verlagen. En door met glutamine, die darm slik ik ook elke dag. En het geheim zit dus gewoon in het feit is dat je met voedingsstoffen de hormoonhuishouding kan bespelen. En je daardoor gewoon A, minder stress hebt, beter bestand bent tegen stress, nieuwe gelukshormonen gaat aanmaken, energie, noem het allemaal maar op. En daar zit de oplossing. En niet bij rust nemen, wat de bedrijfsarts zegt. Want als je met zo'n doorgedraaid hoofd thuis komt te zitten. Ja, doe maar dingen die je leuk vindt. Nou, je wordt gek bij die opmerking. Je wordt gek, ja. Je wordt helemaal gek. Ik schrijf dat toevallig, ja, het eerste boek, het is niet meer verkrijgbaar. Maar dan schrijf ik dit ook. Het is zo ongelooflijk stressvol als je dan maar rust moet nemen en niets moet doen. Hou op. Kan ook. Dat hoofd gaat alleen maar, zit alleen maar van, zit je alleen maar verwijten te maken. En... Nee, je moet met die hormonen aan de gang. En daar zit de oplossing voor burn-out en stress. Ja, en wat ik jou ook heel duidelijk hoor zeggen, zoek het niet in de synthetische, farmaceutische hoek. Nee. Zoek het wegblijven. In de natuur. Wegblijven. Zoek het in kruiden, planten, natuurlijke. Fruit. Ja. Jij bent dan heel erg fan van superfoods, wat vaak kruiden zijn, wat vaak fruit is. Ja. Ja, en ik heb, wat ik net zei, hè? Ik ben door jouw boek ben ik enorm mijn fruitconsumptie aan het verhogen.
Ik ben benieuwd wat dat met je gaat doen. Ja. Hou ons op de hoogte. Kan in ieder geval niet kaal worden. Dat kan niet gebeuren. Want dan ben je al. Ik hou je op de hoogte. Jij ook heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo een bijdrage doen. Jurgen, waar vinden we jouw werk? Stressologie.nl. Stressologie.nl. Ja. Binnenkort vanaf 1 oktober ook je website. Ja, docenti. Docenti.nl. Docenti? Docenti. Docenti. T-O-C-E-N-T-I. T-O-Z? T-O-Z-E-N-T-I. Docenti. Docenti. Ja, dat zit daarin. Ja. Leuk. Docenti. Oké, ik heb het opgeschreven. Ik ga het eronder zeggen. En ik heb alles gezegd. Tot de volgende keer. Graag, dankjewel. Doei. En dank jullie wel voor de aandacht. Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl.